Een hele goede middag allemaal. Vandaag gaan we het andersom doen. Sta ik hier en Pepijn zit daar. Hebben jullie er zin in? Vandaag laat Pepijn al zijn tips en tricks zien hoe hij zijn prachtige, amazing, mocht het niet meer zeggen, maar nog één keertje dan, amazing flowers laat zien, de 3D-techniek. En dat doet hij met acrylpoeders. Ja, geweldig. Ik kijk er enorm naar uit. Maar voordat we naar Pepijn gaan en dat hij al jullie tips en tricks meebrengt en natuurlijk de do's en don'ts ook, moet ik altijd zeggen, zoals Pepijn doet, we gaan beginnen. Superleuk om te zien. We hebben al aardig wat kijkers en ik hoop dat dat nog verder opkomt, want dit wil je niet missen. Pepijn, ben je er klaar voor? Hallo allemaal en wat leuk dat jullie zitten te kijken. Ik ben er inderdaad klaar voor. Ik heb mijn hele tafel staat vol. Gelukkig zie je dat niet thuis. Ik ben altijd een beetje een rommelkont als het gaat over werken met acrylpoeders en nail art maken. En het wordt dus vandaag ga ik acrylbloemetjes maken met 3D-acryl. En ik ga jullie proberen zoveel mogelijk mijn tips en tricks te vertellen, zodat het voor jullie een beetje duidelijk wordt en misschien ook haalbaar wordt om dit gewoon bij jullie in de salon te gaan aanbieden. Natuurlijk werk ik met acryl, dus is het belangrijk dat ik me wel goed bescherm met mijn handschoenen. En Jessica is er dus heerlijk bij vandaag om jullie comments en vragen door te zetten. Dus heb je een vraag of is er iets wat niet duidelijk is, laat het weten en dan bespreken we dat eventjes. Voor alle duidelijkheid, voordat we gaan beginnen zijn er een aantal dingen die jij moet weten. Als je met acryl gaat werken, we hebben binnen Magnetic twee verschillende soorten acrylvloeistof. Dat is de Prestige acrylvloeistof en dat is de Blue Liquid. De Blue Liquid is de vloeistof waar ik de voorkeur aan geef op het moment dat ik 3D acryl designs ga maken. Waarom is dat? Omdat Blue Liquid is iets sneller drogend dan Prestige Liquid en is ook iets minder kleverig. Hij bleef wat meer compact, wat meer bij elkaar, terwijl Prestige vloeistof is echt ontwikkeld, is ook een jongere vloeistof, om zo goed mogelijk te hechten aan de natuurlijke nagel, terwijl Blue Liquid een iets oudere vloeistof is, die je meer moet aanduwen. Dus dat is een belangrijk verschil tussen die twee. Natuurlijk kun je wel werken met Prestige vloeistof, zeker voor je achtergronden, voor je fadings kan dat heel erg fijn zijn. Maar je kunt er ook bloemen mee maken, alleen zul je dan iets langer moeten wachten voordat je het bloemetje gaat modelleren. Het blaadje gaat modelleren. Je kunt dit versnellen door daar aceton aan toe te voegen. En dat heb ik ook hier in de studio gedaan. Dus ik heb één deppendish, dat is een grote deppendish voor mijn achtergronden, mijn fadings, mijn schaduwen, etc. En ik heb een kleine deppendish waar een mengsel in zit van Blue Liquid 60% en ongeveer 40% aceton. Gedurende de workshop zal ik daar een beetje aceton en een klein beetje Blue Liquid aan toevoegen. En dat doe ik omdat ik dan voel dat het product te langzaam aan het uitharden is. Of misschien, als ik te veel aceton eraan toe heb gevoegd, te snel aan het uitharden is. Maar zo kun je spelen met de uithardingstijd van je poedervloeistofsysteem. Het is niet verstandig om met het acetonmengsel direct op de natuurlijke nagel te werken, want dat kan wat eerder loslaten. En dat komt omdat het een beetje rubberachtig wordt. Dus je kunt hem dan minder goed laten hechten aan de natuurlijke nagel. Maar op een kunstnagel is dat natuurlijk geen enkel probleem. Dat is dus basis 1. Weten welke vloeistof je gebruikt en ook als je hem gaat mengen in welke mengverhouding je hem gebruikt. Nou is die mengverhouding ook wel een beetje afhankelijk van de temperatuur in jouw salon. Of bijvoorbeeld nu hier in de studio is het niet heel erg warm. Dus dan kun je dat iets meer aceton toevoegen. Maar ook als je bij jou in de salon juist heel snel wil zijn en platte bloemetjes wil maken op 10 nagels, wat meer aceton. En dan kun je heel snel doorwerken. Want eigenlijk probeer je in het midden te vinden tussen dat je niet hoeft te wachten totdat je bolletje kan worden geduwd. Want anders gaat daar veel tijd in zitten. Want dat moet je natuurlijk wel in de gaten houden. Nou, dat is één deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is waar maak je nou die acrylbloemen mee? Dat kun je het beste doen op basis met een poeder die gemaakt is op basis van witte poeder. Dus een pastelkleur, zonder glitter. Als er namelijk glitter aan toegevoegd is, betekent dat ook dat er clear powder aan je poeder is toegevoegd. En dan heb je niet meer die scherpe definitie die je nodig hebt om dat scherpe bloemblaadje te maken.
Dus je kunt gewoon wit gebruiken, daar ga ik ook zo direct mee beginnen. En je kunt die witte poeder natuurlijk ook zelf op kleur brengen. Door bijvoorbeeld met neonpigmenten te mengen, met andere acrylpoeders te mengen, onderling dus te mengen. Je kunt er wat chroom doorheen doen als je dat zou willen. En zo kun je je eigen kleurenpalet maken. Natuurlijk hebben we kant-en-klaar kleuren, maar vaak heb je nou net eventjes een iets donkerdere groen nodig of een iets lichtere geel. En zo kun je daar dan een beetje mee spelen. Nou, ik ga eens even kijken. Ik zie dat er een vraag is met wat is de mengverhouding als je Prestige Liquid gebruikt. Bij Blue Liquid is het ongeveer 40 op 60. Bij Prestige zou ik dat bijna omdraaien. Dus 40% liquid op 60% aceton. Maar nogmaals, ga ermee spelen. Het is afhankelijk van wat jij fijn vindt. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga eerst zo direct op de verschillende type bloembladeren. Gaan we één voor één behandelen en dan gaan we daar ook een design mee maken. Ik ga laten zien op een colorpop hoe je dat bloemblad maakt. Een zwarte colorpop die ik met Extreme Matte heb afgelakt, zodat het goed duidelijk zichtbaar is. Hoe je dat bloemblad maakt en ook wat de meest voorkomende foutjes zijn die ik in al die jaren ben tegengekomen. Dus de dingetjes waar je extra op moet letten om een zo scherp mogelijk resultaat te krijgen. Dan heb ik natuurlijk ook nog een penseel daarvoor nodig en dat is My Trusted Old Ikebana. Dit penseel heb ik 12 jaar geleden gekregen van Jaap en Mee en is nog steeds mijn favoriete designpenseel en dat gebruik ik ook voor iedere stap van het daadwerkelijke ornament. Dus achtergronden, die doe ik niet met dit penseel, want dat zou zonde zijn, want dan gaat het penseel verkeerd staan, maar juist wel dus de elementen. Nou, ik denk dat we daarmee gaan beginnen, maar misschien moeten we eventjes nog kijken bij Jessica of je nog iets hebt. En anders ga ik gewoon volle gang van start. Nee hoor, nee, ik heb verder eigenlijk niks, want ik wou inderdaad je onderbreken voor de vraag, maar die had je zelf al gezien. Dus iedereen is heel erg eager en kunnen niet wachten. Misschien ook gewoon handig om gewoon lekker mee te kijken en dan in alle rust terug te kijken en het dan mee gaan doen. Hè? Dan kun je namelijk nog extra meer informatie oppikken nu. Misschien dingetjes opschrijven tussendoor. Maar let's begin, Pepijn. Benieuwd. Ja, nou, er is dus een verschil in liquid, maar je kunt met beide liquids werken. Ik had ze vroeger ook alle twee staan in een salon. En in de zomer gebruikte ik de Prestige Liquid. In de winter gebruikte ik de Blue Liquid voor het zetten van de nagels. Daarom hebben we ook die verschillende recepturen. Nou, het penseel. Dat is dus het Ikebana penseel. Laten we daar even naar kijken onder Topshot. En dat is Siri. Als je goed kijkt naar dat penseel, je ziet dat hij vaak is gebruikt, want je ziet hier de rand van de dop, dan kun je dat penseel plat gebruiken op deze manier. Of je kunt het penseel scherp gebruiken en dan gebruik je de zijkant van het penseel. Dus plat of scherp. En je moet goed weten op welk moment je de platte kant of de scherpe kant van het penseel gaat gebruiken. Want dat heeft heel veel invloed op je bloemblaadje. Ik gebruik gewoon witte acrylpoeder. Ik ga even goed zitten dat ik hem goed vasthoud. En we beginnen met een simpel rond blaadje. Je neemt je liquid, een klein bolletje. En je gaat eerst goed kijken naar je bolletje. Als je ziet dat dat bolletje te korrelig blijft, is het bolletje te droog. Als hij meteen helemaal glad wordt, is hij te nat. Dus je moet goed zorgen dat dat bolletje een lekkere, een ronde consistentie heeft, een beetje romig is. En wat je ook ziet is dat ik het bolletje aan maar één kant van mijn penseel opneem en de andere kant is schoon. Nog een keer, want ik heb intussen te veel gesproken. Hier heb ik het bolletje, kijk goed of die goed is. Ik zet hem neer. En je laat hem dan eerst even met rust. Je ziet hem dan glad trekken en je ziet dat hij een beetje uitvloeit. Dat uitvloeien moet zijn gestopt. Nou, als je dat hebt gedaan, hier komt het hart van het bloem, bij de punt van mijn penseel, is het belangrijkste dat je eerst met de punt van je penseel snijdend het begin maakt. Je maakt hem open, totdat je de ondergrondkleur er doorheen ziet. En dan met de platte kant van je penseel kun je het bloemblaadje plat duwen. Je trekt niet, je duwt echt, hè? Ik trek niet, ik duw echt. Dus ik zet de punt van mijn penseel in dat zwarte plekje en met de buik van mijn penseel maak ik het blaadje vlak. Nou zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn als je zo'n blaadje maakt. Ik vind het zelf heel belangrijk dat die hier ook echt geopend is. Dus dat ik hier echt de kleur van de ondergrond er doorheen zie komen. En dan zie je aan deze kant en aan deze kant een klein muurtje. En dat muurtje zorgt voor de scherpe lijn naar het hart toe. En vanaf dat muurtje wil ik ook hier rondom een scherpe rand houden.
Je ziet ook dat dat product hier iets hoger is aan de zijkant dan dat dat in het midden is. Dat komt natuurlijk omdat ik hem hier heb weggeduwd. Maar die scherpe rand hier aan de buitenkant zorgt ervoor dat het bloemblaadje mooi gefocust blijft en mooi helder. Nou, ik doe deze nog een keertje. Zo. Neerleggen. Even met rust laten. Soms moet je me een heel klein beetje helpen om te settelen. Penseelpunt naar het hart. Je opent hem weer in het midden. Zo. En vanuit het midden maak je die zijmuurtjes. Zo. Eigenlijk op deze manier. Ik draai hem even om. Maak mijn penseel droog en met de platte kant van mijn penseel duw ik zo de vorm erin. En die kan groot of klein zijn. Deze is medium groot. Natuurlijk werk ik op een stiletto tip. Maar je ziet dat die ja, lekker in verhouding is tot elkaar ook. Dus je houdt altijd een beetje rekening met de grootte van het bolletje. Want dat grootte van het bolletje bepaalt ook dat die blaadjes een beetje hetzelfde worden. Eigenlijk is het dus, je gaat het bolletje in en je verdeelt hem en je duwt hem vlak aan. Waar gaat het nou heel vaak fout? Dat zal ik hier laten zien, op de plek waar het derde blaadje zou moeten komen. Ik neem weer een bolletje. Ik leg het bolletje neer. Nou, dit gaat allemaal vaak nog wel goed. Soms zie je dat mensen te lang wachten met duwen. En dan krijg je er natuurlijk geen beweging meer in. Nou, we maken hem open. Dit gaat dan allemaal nog wel. Maar wat gebeurt er nou vaak? Is dat je gaat duwen en dan toch trekt. En als je dat doet, dan zie je dat je die eindrandscherpte kwijtraakt. Het is nog steeds wel leuk, maar het is veel minder precies en het is veel rommeliger hier aan de rand. En je hebt ook dat patroon in het midden waar je die lijntjes ziet zitten. Daar zit geen logica in. Je ziet die rechte lijnen naar beneden, rechte lijnen naar opzij. Dus die beweging in dat blaadje is niet consistent. Dat is niet goed. Deze daarentegen zijn veel kleiner en veel schoner. Dus niet trekken, maar duwen. Nou, dan gaan we dat eens even uitvoeren in een design. En je werkt nou ook op een matte ondergrond, Pepijn. Is dat bewust? Ja, want als je op een gladde ondergrond werkt, dan gaat het bloemblaadje glijden. Dat kan wel, maar dan moet je een wat langere tijd geven om zich vast te zuigen aan die tip. Of aan die gelakte nagel. Dat komt ook omdat die aceton erin zit. Ja. Oké, nee, helemaal goed. Ik ben ondertussen even de comments aan het doorlezen. En dit was namelijk ook een vraag van Anja. En er zit inderdaad een reden, een idee achter. Nou had Lisette, die had nog een vraag. En die vraagt, zit de Prestige Liquid nog steeds in die zwarte flessen met zilveren dop? Ja, dat klopt, met groene letters. Heb de mijne al bijna 2 jaar of zo, dus weet niet of die nog goed is. Nou ja, het ligt eraan hoe je hem bewaart, hè Pepijn? Ja. In principe is Prestige Liquid, kun je dat bijna eindeloos bewaren, mits het niet te warm wordt bewaard. Want als het te warm wordt bewaard, dan kan het kristalliseren. Dan wordt die een beetje jellerig. Maar dat komt bijna niet voor. Dus je kunt gewoon Prestige Liquid blijven gebruiken. Oké. Dan hebben we nog een vraag, Pepijn, van Femke. Femke van de Snapschoot. Hoi, leuk dat je meekijkt. Kun je later nog iets meer vertellen over het mengen van die kleuren? Ik heb nog nooit gezien hoe je dat kunt doen. Acrylkleuren mengen. Ja, ja hoor, dat zal ik zo direct wel even laten zien. Dat doe ik eerst even deze bloem maken, of tenminste dit design. En dan pak ik straks even een leeg potje en dan ga ik even laten zien hoe je dat moet doen. Nou, hartstikke leuk. Oké, nou, ik heb hier dus gewoon een natural tip. En ik ga eerst beginnen met de achtergrond. Ik vind het zelf prettig om op een acrylachtergrond te werken. Maar je zou natuurlijk ook op een gelachtergrond kunnen werken, op een gelpolishachtergrond. Ik doe dit met een normaal Prestige penseel, een nummer 10 penseel. En ik begin met een beetje camouflage cool. Dat bolletje droog ik altijd een beetje voordat ik hem gebruik. En die zet ik zo op het nagelbed. En ik wil hier een beetje het idee van een, ja, niet een babyboom, maar wel het idee van een nagelbedkleur hebben. Even iets naar het midden, Pepijn. Ja. Thank you. Zo. Vlak uitverdelen. Zorg ervoor dat je niet te veel hobbels en bobbels hebt, maar dat het juist heel mooi glad is. Want dat maakt het veel makkelijker om je acryldesign straks aan te brengen. Nou, als we dat hebben gedaan, dan neem ik een leuke roze poeder. Dat is deze, een roze glittertje.
uit de Special Effects, Say Yes to Special Effects and Brights collectie. En ik draai mijn tip even om, want ik wil daar de intensiteit van hebben op de top. Dus hier. Ik breng hem hier naartoe, naar het punt van de nagel. Maak mijn penseel schoon en vlak. En eventjes mooi uitblenden. Ja? Oh, geweldig hè deze. Ik vind dit zo mooi, Pepijn. Ja, die kleuren zijn ook echt heel erg mooi. Dus je maakt nou gewoon eigenlijk een fading. Ja. Een babyboom, maar dan met glitter. Ja, en ik ben nu hier even op de voorzijde aan het concentreren, omdat die hier niet helemaal glad is. En dat is echt heel belangrijk als je hier dus bloemen op wil maken, hè? Ja, niet dat ik helemaal op die punt bloemen ga maken, maar ik kan me niet tegen dat ik zie dat daar niet goed is. Zo, beter. Terwijl dit nog nat is, ga ik de basis schaduwen aanbrengen. En dat doe ik omdat, terwijl die nog nat is, zodat die dan mooi in elkaar overvloeit. En daar gebruik ik een donkerpaarse tint voor, omdat ik vind dat dat een mooie schaduwkleur is. En daar gebruik ik maar heel weinig van. Ik gebruik wel nog steeds mijn grote penseel, maar echt maar een heel klein stipje. En ik begin in het midden waar mijn grote bloem komt te staan. Dus ik leg hem neer, maak hem een beetje rond, maak mijn penseel schoon en ik blend het randje van de schaduwplek een beetje uit. Zo. Ik krijg ondertussen een comment van Helene. Nu weet ik weer waarom ik een acrylofiel ben. Ja, als je eenmaal gegrepen bent door acryl, dan laat het dat niet meer los. Ik zet dit door naar de zijkant. Maar zorg ook nu dat dit heel plat is. Voorkom de fout dat je een te dikke schaduwplek maakt. Want anders als je straks je bloemblaadje gaat duwen, dan krijg je randen te zien in het blaadje. En dat is echt niet mooi. En ik ga ook hier nog een beetje naar beneden. Als je te veel hebt, schroom niet om een beetje af te doen aan je brushwipe. En verdelen. En ik doe dit expres nu, zodat het voor mij alvast een beetje zichtbaar is waar ik straks al mijn elementen ga neerleggen. En diagonaal, omdat dat natuurlijk veel makkelijker is. Dat maakt de nagel slanker en je hoeft dan niet symmetrisch te werken. Als je nu met me meekijkt, zie je dat die eerste schaduwplek te licht is. Kijk maar. Deze plek is te licht in verhouding tot de zijplekken. Dus ik pak een heel klein beetje bij. En die leg ik hier neer. En ook die, eerst schoonmaken penseel, even mooi glad verdelen. Je zou de schaduw ook later kunnen toevoegen. Dat kan. Dat ga ik ook bij een ander design straks wel doen. Maar ja, dit is makkelijker. Dan hoef ik niet rekening te houden met dat ik niet over het bloemblaadje heen ga met mijn schaduw. En dat ik gewoon lekker erop kan werken. En zoals ik al zei, ik wil dus straks dat die ondergrondkleur door het blaadje heen schijnt. En daarom heb ik dus die donkere kleur nodig. Als ik wit zou hebben als ondergrondkleur en een wit bloemetje, dan krijg je die dieptewerking in het hartje van dat bloemetje niet. En het is makkelijker om zo van schaduw van onderaf te hebben, dan om bijvoorbeeld achteraf schaduw er weer in te brengen, Pepijn? Het is anders, want wat ik nu krijg is dat ik die schaduw ook echt in het hart krijg. Als je schaduw achteraf aanbrengt, doe je dat meer rondom het blad. Dus aan de buitenkant van de bloem. En ik wil nu met name die schaduw in de bloem hebben. Ja. Nou, schaduwplekken zijn klaar. En mijn Ikebana is er klaar voor. Dus we gaan beginnen hier met... Oh, ik zie dat er hier wat gel op mijn penseel zit. 1 seconde. Oeh. Ja. Want ik zag net even een vraag staan. Wacht even hoor. Heel even terugzoeken. Ik had in ieder geval iemand, Kirsten was dat volgens mij, die vertelde dat ze 15 jaar geleden een workshop bloemen en krullen nog in Veghel bij je heeft gevolgd. En toen heeft ze ook alle detailers en bloemetjes penseel gekocht en ze doen het allemaal nog steeds. En daar ook even op verder te gaan, las ik ergens een vraag van... Als jij nu, want je werkt nu met kleuren acryl, krijg je dat goed schoon of hou jij aparte penselen? 1 voor kleur, 1 voor acryl?
Nou, dat is een goede vraag. Ik gebruik eigenlijk, ik heb nooit aparte penselen gebruikt, maar ik deed ook maar heel weinig French manicure. Als je natuurlijk veel French manicure doet, dan heb je waarschijnlijk gewoon een French manicure penseel voor je wit-roze en eentje die je gebruikt voor je glitters en voor je kleuren. Mijn Ikebana penseel heb ik er maar één van die ik altijd gebruik, want daar gebruik alleen, die gebruik ik alleen voor die elementen. En daar ga ik dus ook nu mee aan de gang. Intussen is de nagel gedroogd. En zoals je kunt zien, is hij ook redelijk vlak, zodat ik geen gekke deuken heb straks onder mijn bloemetjes. Ik begin nu met dat witte bloemblaadje, het blaadje wat ik jullie net heb laten zien. Klein bolletje. En die leg ik neer. En ik maak de punt van mijn penseel schoon. Ik laat hem heel even aanzetten, een beetje uitvloeien. En dan ga ik met de punt naar het hart toe. En vanuit dat punt ga ik het blaadje openmaken. Zorg ervoor dat je die muur goed behoudt en zorg ervoor dat je het mooi vlak maakt. Soms hoor ik wel eens van mensen, ja, mijn klanten willen geen 3D, want ze voelen dat heel erg. Nou, natuurlijk heb je mensen die overgevoelig zijn en heel veel aan hun nagels wrijven, maar het is eigenlijk heel vlak. Zeker dit is heel erg vlak. Wat we zo direct gaan doen, dat wordt een stuk dramatischer. Nou, we hebben één bloemblaadje en dan gaan we meteen de tweede doen. Je zou als je in de salon werkt ook op meer of op meerdere bloemblaadjes in één keer kunnen neerzetten. Dan moet je er wel rekening mee houden dat je heel goed moet weten wat de uithoudingstijd is van je product. Want dit indeuken, zeker deze eerste stap, dus het transparant maken van het blaadje, dat moet echt op het juiste moment. Als je daar iets te laat mee bent, dan is hij te dekkend in het midden en dan heb je dus die schaduw niet meer. En dan wordt het eigenlijk heel vlak. Zo. Schoonmaken penseel. Gaan weer terug. En dan kunnen we hem weer wat platter maken. Zo. Volgende. Bloemetje heeft altijd een oneven aantal blaadjes. Dan is het natuurlijk het makkelijkst om er maar 3 te doen. 5 kost heel veel tijd. Neerzetten. Laten vloeien. Penseel schoonmaken, rol in een punt, het hartje openen en we gaan naar de zijkant. Zo. En zo zie je dat je mooi die schaduw gebruikt in het midden en dat je daardoor wat meer definitie krijgt in je bloemblaadje. En dit is ook al heel leuk gewoon zo, op een gel polish nagel bijvoorbeeld. Met een paar bouillons in het midden. Nou, ik wil alleen wat meer. Je ziet, ik heb hier al schaduw zitten, dus daar komen ook nog wat blaadjes. Zo. Beetje naar die eerste toe brengen. Iets wat je kunt doen om het nog wat te versnellen is er zachtjes op blazen. Penseel. Punt erin. Openmaken. Rondmaken. Muurtje behouden, niet tegen dat andere blaadje aanduwen. Van dat blaadje afhouden. En mooi rondmaken. Dan kun je dan zo meteen je tip even op even laten zien van de zijkant. Hoe plat zijn de bloempjes? Dat is de vraag van Sonja. Oh, ze zijn zo plat. Ja, dus je zou ze gewoon ook inlay kunnen doen. Oh, ja, super vet. Want dan heb je natuurlijk helemaal niet dat je voelt dat er iets op zit. Nou, hier nog een klein beetje. Nicole vraagt, kun je deze acrylbloemen ook over powergel zetten? Nicole, ja hoor, dat kan zeker. Ja. Je kunt gewoon een powergel nagel maken en dan deze acrylbloemetjes erop zetten. Geen enkel probleem. Je kunt ook op gel polish zetten, op gel. Je kunt het zelfs op nagellak zetten. Maar jij werkt gewoon het liefst op een ruwe, matte ondergrond. Ja. Dus gel polish, dat zou niet jouw favoriet zijn, maar het kan wel. Nou, dat is niet mijn favoriet, omdat ik dan... dan moet ik wat langer wachten. Ja. Dat is het met name, maar het kan wel. Andere kant. En ik ben natuurlijk heel erg oldschool, hè. Dus in mijn tijd deden we dat echt op dit soort fadings. En het is al lang geleden dat ik dit heb laten zien, dus dan het liefst gewoon toch op de manier die ik gewend ben.
Nou, en gelijk heb je, want het is echt de beste manier. Zo mooi. Er zijn ook echt heel veel mensen die zeggen ook, oh, wat fijn om je weer een keer te zien werken. Oh, wat leuk om te horen. Ja. Zo, kijk. Nou, dan hebben we dus nu een soort kettingje gemaakt. En ja, als ik in alle eerlijkheid vind ik dat ik aan deze kant er nog wel iets bij moet zetten. Dus eventjes nog even geduld. Dus dan doen we hier er eentje. En dan doen we er hier eentje. Zo. En die zet ik alvast neer. Kijk, dan kun je dus zien dat je op meerdere plekken tegelijkertijd kunt werken. Penseel schoonmaken. Open duwen. En dan kan de andere alvast en goed een kijken naar die. Blijf kijken naar die andere. Mm-hmm. Zodra die zijn glans verliest, die een beetje open duwen. Terug naar deze. En terug naar die. En dan ga ik wat meer mijn penseel echt als een mes gebruiken. Zo. Nou, en Chantal, ja, die reageert. Beter. Je kan het nog steeds supermooi weer. Dankjewel. Oké, nou, dan gaan we groene blaadjes maken. Die groene blaadjes, dan ga je één stapje verder. Dus we hebben nu een rond blaadje wat we hebben uitgeduwd in het midden. Maar nu willen we natuurlijk een puntje aan het blaadje maken. Dus we gaan weer even terug naar deze tip. En wat doe ik dan? Nog steeds met mijn mengsel. Ik gebruik een beetje geel en een beetje groen. Die leg ik neer. En nu, in plaats van dat ik hem helemaal laat rusten, trek ik hem eerst met de punt van mijn penseel uit. Als een klein streepje. En je kunt ook hem een beetje naar het midden brengen. Zo. De dubbeldip die ik nu doe, dat is dus, begin je altijd met de pastelkleur en daarna pas met de donkere kleur. En ik zal zo direct dat even goed laten zien. Ik snij nu het lijntje open, tot aan het oppervlak weer van de tip. Dit zou je kunnen doen, maar je kunt ook het snijden herhalen en er kleine nerfjes in maken. Het voordeel van op deze manier dit aan jullie laten zien, is dat jullie heel goed kunnen zien wat het penseel allemaal doet. Terwijl vroeger stond je er natuurlijk behoorlijk eng van af en dan kon je dat niet goed zien. Dat dubbel dippen, dat is wel belangrijk. Het dubbel dippen wil zeggen dat je twee of drie kleuren tegelijkertijd in één bolletje hebt. Ik heb het bloemetje natuurlijk met alleen wit gemaakt, maar je kunt dus verschillende kleuren doen. Doe dat wel op de juiste manier. Als ik nou hier bijvoorbeeld deze twee tinten heb staan, en je begint altijd met de lichte kleur. En waarom is dat? Dat zal ik je laten zien. Als je eerst de donkere kleur neemt en dan pas de lichte kleur, dan verdwijnt de lichte kleur in de donkere kleur. Dat wordt één massa. Als je hem andersom doet, dus je doet eerst de lichte kleur en dan de donkere kleur, dan krijg je maar een heel klein stukje waar die kleur zit. Dat stukje leg je op de tip en dat is eigenlijk een soort, ja, ik zie het als een soort ingebouwde schaduw. Vaak doe je ook die dubbel dip in dezelfde kleur als je basislaag. Niet bij een groen bloemetje, maar later ga ik dat ook doen. Dan heb ik bijvoorbeeld een neonroze basis. En dan doe ik een dubbel dip met geel en neonroze. Die neonroze leg ik naar beneden en dan ga ik hem uitwerken. Dan krijg je in dat blad diezelfde schaduw als die ik er nu onder heb gezet. We gaan weer terug naar de tip. Nou, zo is hij al leuk natuurlijk. Maar ik wil toch een paar groene blaadjes, want ik mis dat toch wel heel erg als ik er zo naar kijk. Een dubbel dip doe je altijd vrij snel. Dus je gaat niet lang zitten wachten. Je moet gewoon meteen door. Je legt hem neer. Je trekt hem uit. Zo. Kijk ook altijd als je een bolletje oppakt of het bolletje goed is om te gebruiken. Dus mijn oog zit altijd half op het bolletje terwijl ik hem oppak. Zo. Beetje openmaken. En als ik inderdaad zo bezig ben met acryl, dan denk ik wel bij mezelf, oh, wat is het toch heerlijk. Steeds enthousiaster, hè? Ja, je kunt er alles mee maken wat je ook maar kunt bedenken. En het is ook heel belangrijk hoe je je bolletje oppakt en dan welke techniek je wil gaan doen, hè, met je penseel. Want als jij nu wil gaan snijden bijvoorbeeld, dan maak je je penseel dus platter. En wil je een bolletje oppakken of je wil een bolletje platter maken, dan heb je je penseel ook anders, hè? Ja, je benut je penseel steeds op een andere manier, ook naar hoe goed het lukt. En dat klinkt een beetje gek, maar soms moet je wat meer op een wat beperktere plek kracht zetten. Als je nou op een heel klein, je bent bezig en je denkt, ah,
ik krijg hem er niet in. Maak dan je penseel zo scherp mogelijk. Zet hem er rechtop in. En dan kun je echt nog behoorlijk hard duwen. Als je dat met de platte kant duwt, doe je hem naar opzij. Maar als je hem gaat snijden, dus met rechtop met die scherpe kant, dan kun je hem wegduwen. Dus dan kun je hem duwen naar waar jij hem naartoe geduwd wil hebben. En dat maakt een enorm verschil. En een bolletje oppakken inderdaad, met een platte kant van het penseel heb je een breder bolletje. Met de spitse kant van het penseel heb je een wat smaller bolletje. Nou, hieronder wil ik nog één blaadje, want anders is hij niet in mijn ogen klaar. Zo. Nog een beetje groen. Ja. En dit kun je natuurlijk ook heel leuk bij de cuticle uitvoeren. Oh ja, dat is schattig. Hey, ondertussen kun je pigmenten, pure pigmenten, onze neonpigmenten, ook mixen door witte acryl. Ja, dat kan, hè? Ja, dat kan. Ik zou dan wel altijd met een soort vormmix beginnen. Ja. Dus eerst een klein beetje echt door elkaar heen vermengen en dan pas in de grote hoeveelheid gaan mengen. Ja. Zo, kijk. Hier hebben we nu dit. Nou, is al schattig, hè? Dan moeten we natuurlijk... Een nagel is geen nagel, een nail art is geen nail art voor mij als hij niet leuk gedecoreerd is. En dat moet natuurlijk ook bij deze nagel. Ik vind het nu leuk om pareltjes te gebruiken, want ik wil een beetje een vintage look hebben. En het voordeel van werken met acryl is, ik had altijd een pot kleeracryl op mijn tafel staan. Want die gebruik je natuurlijk om je nagels te cappen en et cetera, et cetera. En die is ook geweldig om je stenen mee vast te zetten. Want dat pakt hem gewoon helemaal vast. Tegenwoordig doe je dat natuurlijk met building base of met rubber base, maar dit werkt ook echt als een tierenlier. Een klein bolletje. Vult namelijk ook de eventuele oneffenheden op die zich onder het steentje bevinden. Want je hebt natuurlijk die verhogingjes van dat duwen. En soms zit dat net iets hoger dan dat je wil. En dan los je dat op die manier op. Ach. Zo. En dan natuurlijk, natuurlijk. Ook hier eentje. En je ziet nu dat die schaduw ook echt wel goed zijn werk doet, vind ik. Zo. Natuurlijk zou je er ook voor kunnen kiezen om een klein strassteentje te gebruiken. Of zoals ik al zei, bouillons. Je zou ook het hartje van het bloemetje kunnen maken met een heel klein beetje pastelgele acryl. Zo. Nou, dan hebben we dit. Nou, vind ik hem natuurlijk nog steeds niet helemaal goed. Want ik vind hem toch nog wel een beetje, zeg maar, saai. Nou, ja, daarvoor gebruiken we bouillons. Ja. Een leven zonder bouillons kan ik me niet voorstellen. En ik had op een gegeven moment hadden wij Zoe Stritskoot, de gast hier in Nail Talk Live. En zij was nagels aan het maken, heel mooi, was een beetje vintage look. En wat zij deed is, dat ben ik nooit vergeten, zij mengde haar bouillons door haar building base. Nou, dat is zo superhandig, want vroeger pakte ik dan die bouillons op met een klein bolletje acryl. Maar ja. Nu vermeng je het daar op dat het paletje. Zo'n goede tip was dat van ja, haar, hè? Ja, echt. Ik was helemaal verrukt toen ik dat zag. Ja. Dan ga ik wel even naar een ander penseel. Ik ga nu naar Jessica's Choice. Oh, good choice. Want dat is gewoon leuk. Ja, ja. En dan met dat kleine penseeltje kan ik gewoon heel lekker die bouillons die er zijn gecoat in rubber base oppakken. Als het lukt. Ja. Oh nee, hij valt. En die kan ik dan leuk neerleggen waar ik dat dan wil. En dan zit het meteen helemaal lekker vast aan die nagel zo direct. Ja. Zo, niet te veel. Dat zeg ik met name tegen mezelf. Hou je in. Zo. Ik vind het ook bij dat groen altijd leuk. Ja, echt prachtig. Even kijken, hier ben ik. Ja, ja. En hier nog wat. En dan om het af te maken. Hier nog wat. En dan eigenlijk. Hier ook nog wat. En dat doe je gewoon op gevoel. Nou, en dan heb je super simpel, leuk, makkelijk bloemdesigntje. Wat er toch uitziet, laten we eerlijk zijn, alsof ik echt weet wat ik aan het doen ben. Dus je kunt dit echt hartstikke leuk bij jouw klanten doen. Want het is echt, dit is niet maar, het is één blaadje, hè, wat je alleen maar een beetje plat duwt. En dat steentje en die schaduw en die bouillons, die verheffen het naar echt een heel leuk ontwerp. Dus ik had die dan natuurlijk al voorbereid. Dus die zal ik ook eventjes erbij pakken. Dan heb ik verschillende variaties. Zo.
Kijk, en zo zie je hoe je dat dan kunt combineren. Ja, nou vertelde je net over de bullions die je door de rubberbase had gehaald. De rubberbase of de Supreme? Ik had hier de Supreme Finish. Ja, de Supreme. De Supreme Finish, want die had ik op mijn tafel staan. Ja. En dit is op een Colourpop. Als ik het op een klant zou doen, zou ik wel rubberbase clear of building base gebruiken, omdat die net wat sterker is. Die houdt het wat beter bij elkaar. Dit is wel heel dun nu. Ja, en dan zou ik wel aanraden, want rubberbase heeft natuurlijk een plaklaag, om daarna nog een keer, als je hem dus extra glanzend, echt tussen die bullions, nog met een heel dun penseel, bijvoorbeeld die Hesika's Choice, just saying, nog met Supreme Finish er langs te gaan. Want dan heb je die plaklaag, die is dan ook weg. Want dan had ik namelijk een vraag van, hoe verwijder je dan die plaklaag? Maar door die Supreme Finish er ook nog een keertje langs te halen, heb je ook nog weer extra seal, zeg maar. Dus blijft het nog beter zitten en is de plaklaag weg. Ja. Nou, hartstikke mooi, Pepijn. Bedankt. Super benieuwd naar de rest, hè? Want er komt nog veel meer. Ja, ik wil toch nog even zeggen, dat pareltje doet het hem, hè? Ja. Even voor de duidelijkheid, dat pareltje met die AB-glans, dat maakt hem zo vintage. Ja, dat was klopt. Een toevalstreffer. En soms moet je ook gewoon eerlijk zijn, wanneer je in het leven iets een toevalstreffer hebt, nou, deel hem. Maar ik heb inderdaad meer, dus ik ga mijn tafel voorbereiden. More to come. Ja, nu ik jullie eventjes weer voor me heb, wil ik allereerst onze lieve Mirjam Zwart, want die is vandaag jarig, van harte feliciteren namens ons allemaal. Ik had het natuurlijk al even op Facebook gedaan, maar hoe leuk is het, want ik zie dat je kijkt. Van harte gefeliciteerd, lieve schat, en geniet van jouw dag. Speciaal voor jou, hè? Helemaal gezellig. Hey, huiswerk, want deze workshop is natuurlijk ook met huiswerk. En daar hebben jullie een week de tijd voor om jullie huiswerk in te zenden. En je mag 3 verschillende tips maken met verschillende bloemen. En verschillende soorten bloemen die Pepijn dus vandaag laat zien. Het hoeft geen copy-paste te zijn, maar de technieken die hij gebruikt in die bloemen, die wil hij graag zien. En of je het op een gel polish ondergrond doet, of juist hè, zoals Pepijn doet ook, die mooie fadings, glitter fadings. Nou ja, verras ons, hartstikke leuk. En die mag je ons dan toesturen en dat gaat tegenwoordig, hè, onder het balkje, dan moet je even de workshop opzoeken. En via die link mag je dan je foto's toesturen. Nou, en als je dat dan hebt gedaan, dan krijg je dus een mailtje. En uiteindelijk ontvang je dan ook een certificaat. Ik lees hier nou net, de inzendingen die niet ingestuurd zijn via deze link, ontvangen geen certificaat. Nee, dat is echt wel heel belangrijk. Maar natuurlijk willen wij ook heel erg graag al jullie foto's zien in een Nail Talk Live groep. Want dat vinden we gewoon heel erg leuk en we kunnen elkaar inspireren. Ook al denk je van, nou ja, weet je, ik durf niet mee te doen. Moet je vooral doen, niet bang zijn. Want ja, het is gewoon superleuk om te doen. En echt waar, nu ik Pepijn weer zo zie, het is voor mij echt ook al heel lang geleden, heb ik echt wel weer zoiets, oh, wat jammer dat ik hier niet even gewoon tussendoor mee kan doen. En je kunt natuurlijk ook een heel mooi prijzenpakket hiermee winnen, hè? En dat is nogal wat. Wauw, 2 kitjes zie ik. Ik zie liner gel. Oh, ik zie heel veel awesome crystals. De Master Detailer, dat is een leukert. Oh, en heel veel bullions. En volgens mij zijn dat opalen, zeg ik dat goed? Ja, dat zijn opalen, hè? Dat is ook heel erg mooi om in die bloem te zetten. Nou, je mag wel echt prachtig, hoor. Als je dit pakket wint, dan word je blij van. Heel mooi, want die opalen zijn ook mooi met die bullion zo. En dan stras je erin, in het midden van die bloemetjes. Heel benieuwd naar jullie resultaten. Succes allemaal. Nou, we hebben nu natuurlijk Pepijn. Het is de laatste van het jaar. Maar volgend jaar gaan we gewoon nog weer verder met andere workshops. En op 4 januari beginnen we met Linda. Onze Linda Verkooyen, die laat Easy Nail Art zien. En glitters gaat ze natuurlijk gebruiken. Ze gaat sugar technieken gaat ze bespreken met jullie. Eigenlijk de begin. Dus let's start easy in het nieuwe jaar. Hou wel pen en papier bij de hand, want ze gaat je heel veel informatie geven. Welke top moet ik daar dan voor gebruiken om te gaan sugaren? Als ik mooie krullen wil maken, noem het maar op. Alle tips en tricks gaat ze jullie geven. Dus zeker kijken, hartstikke leuk. En ook die begint natuurlijk gewoon 's middags om 2 uur, zoals jullie van ons gewend zijn, op de Nail Talk Live pagina. Maar dat is nog niet alles, want daarna is Deborah aan de beurt. Deborah die gaat dan de woensdag 6 januari en dan laat ze ons realistische animal designs zien met gel polish. En misschien kunnen jullie de demo nog wel herinneren waarin ze een hele super ubercoole papegaai heeft laten zien. Weten jullie het nog? Nou, dat soort dieren gaat ze nog meer met jullie doen die dag. En ja, hartstikke benieuwd. Ik ben echt heel erg, want gisteren zag ik al een poesje en ik zag al een hond voorbij komen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat doet. En vooral kijken en lekker meedoen. En als je denkt, ik wil later meedoen, kan het natuurlijk. Want je kunt terugkijken, hoe leuk is dat?
Nou, na Deborah zijn we alweer bij de vrijdag aangekomen. En dan is niemand minder dan onze Wendy Kunst aan de beurt. En die laat hele gave stilettoneel zien. En ik heb gehoord van Wendy dat zij die prachtige pigmenten... Weet je nog die demo? Vertel even in mijn oortje, welke demo was dat ook alweer? Welke show, Wen? Oh, oké. Okay. Welke indruk ga je maken, Wen? Oh, is nog een verrassing. Ik mag er nog helemaal niks over vertellen. Maar geloof me, het wordt awesome. Echt. Ik ben heel erg benieuwd naar Wendy. Nou, die stiletto's, die ga je bij jezelf doen, hè, Wendy? Vertel een oortje. Ja, die gaat ze bij zichzelf doen. Nou, ik hou echt van stiletto's. Wendy ook natuurlijk en Pepijn ook. En ja, het is echt een hele leuke techniek. En misschien dat je het zelf niet bij klanten zou willen doen, maar het is wel super gaaf om zoiets gewoon te oefenen. Want je traint daar wel technieken mee, hè, in de nagel. En na Wendy is Sylvana. Daar gaan we van lang naar kort, want die gaat op Shorties hele leuke jewels gaat ze maken. En daar gebruikt ze kristals bij en lekker mooie kleine boeiens. Dus ze gaat een beetje juweeltjes maken, dierenjuwelen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En helemaal extra moeilijk op een korte nagel natuurlijk. Maar wel super cool. Dus ja, ik ga zeker kijken naar alles natuurlijk. Nou, en de volgende die aan de beurt is Michelle. En Michelle Daribuka, die laat 3D gel ornaments zien. En dat is ook een gave techniek. Want dan heb je al een hele toffe inlay of een hele mooie nail art heb je dan. Maar die kun je dan nog meer opleuken door daar gewoon gave, ja, hogere dingen eigenlijk op te maken met gel. En ze heeft hele mooie strikjes, heb ik al vanavond voorbij zien komen. Nou, een paard, misschien hebben jullie die ook wel gezien, dat prachtige gezicht met die manen. En dat, hè, die manen zijn dan de gel-ornamenten. Nou, supercool. Ik wil die absoluut kijken. Nou, next up is Annelies de Brabander. Nou, en die laat een techniek zien. Ze gaat cartoons maken. En die laat ze aan jullie zien. En ik ga haar ondersteunen, want ik hou van cartoons. Dat vind ik echt superleuk. Dus ik ben ook heel benieuwd of ik misschien ook wat van haar kan leren. En misschien ook tips en tricks kan gebruiken. Die ik dan weer in mijn designs kan stoppen. Nou, ik ben heel benieuwd. Kijk er ook heel erg naar uit om dat samen met haar te gaan doen. En samen met Wendy natuurlijk die dag. En last but not least is aan de beurt onze eigen lieve Cyril. En Cyril, die gaat je alles vertellen over die prachtige lijn die wij hebben. Seduction. En daarnaast ook verkooptechnieken gaat ze met jullie bespreken. Want dat is best lastig om in je salon naast het nagelen ook nog dingen te verkopen. En Cyril laat je dus ook zien dat het eigenlijk allemaal niet eng is. En dat het echt wel te doen is. Dus ook zeker kijken, helemaal omdat ook de laatste is van onze corona extra ingelaste workshops. Nou, die kun je natuurlijk eigenlijk hopelijk dat we ook al gelijk mogen gaan werken en al weer toepassen in je salon. Nou, hebben jullie overal screenshots van gemaakt, in je agenda's gezet en gewoon lekker meedoen met z'n allen. Hartstikke leuk. Nou, en dan heb ik nu eigenlijk nog één laatste commercial. Prachtige commercial. En die past wel heel mooi in deze tijd van het jaar. Lekker koud en zo. Fabulous and freezing. Toch prachtig, hè, die commercial. Echt helemaal passend bij nu. Nou, ik ben benieuwd naar de volgende. Jullie dan? Pepijn, ben je er klaar voor? Ja, de volgende. Dat is eentje die je met iedere verschillende nail art product kunt maken. Dat zijn namelijk de platte rozen. En de platte rozen die kun je maken met plastigel, die kun je maken met gel polish, die kun je maken met cat eye. Heb je voor afgelopen maandag liet Cerise ze zien met de cat eye top gel. Nou, ik heb ze altijd gemaakt met acryl.
En eigenlijk ga je dakspansgewijs die bloem opbouwen. Waarom is dit de volgende? Omdat het eigenlijk hetzelfde blaadje is, alleen nu houden we... Kijk, nu is dat blaadje zo, hè, we maken hem hier open en we houden hem rond, zo. Nu wil ik hem zo krijgen. Dus ik ga hem breder uitwerken, zodat ik die dakpannen op elkaar kan bouwen. Nou, ik ga hem eerst even weer op die zwarte kolenpop laten zien. Ik heb hem hier voor me. Ik pak weer mijn vloeistof. Ik ga weer met wit werken. Ik heb een bolletje. Ik neem het bolletje, ik zeg hem neer. En terwijl het bolletje nog nat is, verdeel ik het bolletje in een soort semi-cirkel, halve cirkel. Zo. Maak het penseel schoon. Dit is het centrum van het bloemetje. Dus, ik werk van de ene kant. En ik duw hem helemaal open. En ik werk mezelf naar de andere kant toe. Je ziet ook dat ik mijn penseel een beetje draai terwijl ik aan het werken ben. En ik wil hem zo mooi mogelijk uit laten lopen. Dus dit is hetzelfde bloemblaadje, alleen veel groter. Er zit bijna geen verschil verder tussen. Nou, ik maak deze zo breed, omdat ik hierin nog een laag ga maken en daarin nog een laagje ga maken. Je kunt natuurlijk wel, als je dat leuk vindt, de randen van het bloemblaadje, omdat ze daar dus de juiste dikte hebben, een beetje omhoog werken op deze manier. Nou is dat nu makkelijk, omdat ik op extreem mat aan het werken ben. Op acryl is dat iets minder makkelijk. Maar dan kun je dus zo een beetje spelen met de vormgeving van je roos. Nou, dit is natuurlijk een beetje abstract zo, want ja... Wit op zwart, joepie de poepie. Dus ik heb hier alvast een ondergrond gemaakt. Dit is mijn blauwe periode. Dus ik heb hier blauwe acryl in het midden. Ik heb hier aan de randen een beetje acryl uit de Year of the Dragon collectie met een beetje glitter erin. Hier in het midden weer mijn schaduwband. Zoals Jessica dat noemt, een Twilight Zone. Bij mij staat die altijd midden op de nagel, bij Jessica er natuurlijk omheen. En in het midden heb ik die ietsjes donkerder gemaakt met wat zwart. Voor iets meer kleurcontrast. Nou, gaan we aan de gang. Mijn witte poeder heb ik al klaarstaan. En toch vindt hij het tip zoals je hem nu laat zien al echt gewoon supercool. Ja, zo is hij ook leuk. Ja. Ja. Het hoeft niet altijd helemaal vol te worden gedaan. Maar hij wordt nog mooier, hè? Nou, dat hoop ik. Jazeker. Een bolletje acryl, niet te klein. Laat hem even settelen. En terwijl die nog nat is, ga ik hem dus helemaal uitverdelen. Als een soort, ja, ik noemde dit vroeger een croissant. Een aangevreten croissant. Nou, als ik dat heb gedaan, dan ga je dit uitduwen. Weer hier dat randje mooi bewaren. En helemaal lekker naar de zijkant brengen. Nooit te ver naar de zijkant, want dan steekt hij voorbij de grenzen van de nagel. En dat kan als onprettig worden ervaren. Daar kan ook je haar achter blijven hangen als je haren gaat wassen. Maar dat kan ook resulteren in lifting, omdat dan het product aan de zijkant van de nagel te dik is. Als je dit als inlay zou... Als je dit als inlay doet, ja. Maar ook als je het op de nagel doet en het echt te dik in de zijlijnen zit. Oké. Okay. Zo. Nou, blaadje 1 is weer klaar. Dan wil ik blaadje 2, die komt hier te zitten, maar die wil ik een soort half achter die laten weglopen. Dus eerst mijn product oppakken. Neerzetten. Niet te dicht naar dat eerste blaadje toe. Hier naartoe brengen. Naar de zijkant brengen. Je kunt een beetje spelen met je vormgeving. Reinig penseel. Nu ga ik hier en ik werk mezelf achter dat andere blaadje langs. Zo. En werk mezelf naar de zijkant. Heel plat in het midden. Dus echt een uitvergrote versie van die eerste bloem. Zo. Nou, ook super makkelijk. Het ziet er niet uit, hè? Het ziet er echt niet uit. Het lijkt wel gewoon een rorschachvlek. Maar goed, ik draai hem even om voor het gemak. En ik neem weer een bolletje. Deze is iets te klein. En die leg ik hier neer. Penseel schoonmaken. En ook hier wil ik dat die hier half achter verdwijnt. Zo. En hier werk ik hem uit... naar de andere kant. Zo. Reinig penseel, ga terug en duw hem uit.
De poeder die ik nu gebruik is trouwens Ivory Coast. Dat is een hele mooie wit met een heel klein shimmertje erin. En een heel klein shimmertje, dat kan weer wel. Als maar de bulk van het product goed mat is. Zo, hier is hij een beetje uitgelopen, dus dat gaan we even corrigeren. Zo. Nou, dan staat de basis. Dan doe ik dat snel ook nog een beetje aan de zijkant. Zo. Heb jij een tip hoe je voelt of je bolletje die je oppakt goed is? Kun je dat zien of is dat gewoon puur een gevoel? Ja, het is een soort combinatie daarvan. Het is, je ziet het omdat het bolletje mooi rond is, mooi bol is, zonder dat er poeder op zit of zonder dat het om je pens... Ja, ik zal het toch wel even laten zien. Ik laat het even zien. Doe even deze uit. Ja. Want anders is het een echte vlek. Ja, Gemma die vroeg dat namelijk al eerder in de comments. En dan zag ik ook zo weer een mooi perfect bolletje liggen. Ik doe hier ook eventjes die aan de onderkant. Ja. Want dan kan dat even drogen terwijl ik je dat uitleg, Gemma. Dus hier. En je laat ze ook echt overlappen, hè? Ja. Dus in het midden begin je dan weer met het volgende bolletje. Ja. Ik realiseer me, ik zeg het vaak tegen jou, Jessica, dat ik het zo gek vind dat jij van achter naar voor kan denken. Maar in principe is dat hier hetzelfde. Nou, ik dacht het net ook, maar ik denk, laat ik maar niks zeggen. Ja. Want inderdaad, want je kunt natuurlijk ook gewoon eerst met dat blad waar je nu mee bezig bent beginnen en dan opbouwen naar voren. Ja, dit laat ik eventjes voor wat het is. Kijk, als je een bolletje pakt, ik zal dat eens even laten zien. Ik hoop dat het goed te zien is onder Topshot. Zo, ik pak vloeistof. Ik zal eerst een te nat bolletje pakken. Als je dan een bolletje pakt, dan trekt die als het ware in het penseel. Ik zal het even doen zonder aceton, misschien dat het dan beter te zien is. Kijk. Als je dat nu pakt, dan zie je dat die hier aan de randen van dat bolletje, zie je dat? Een heel klein beetje uitvloeit het haar op. Dat is te nat, dat kun je niet gebruiken. Hij moet echt op je penseel liggen. Hij moet echt op je penseel liggen. Je ziet nu ook dat er hier pigment in mijn haar zit. Ja. Nou, dat is te nat. Als je te droog werkt, dan zie je... Dan wordt het een beetje een bloemkool, hè? Dan wordt het een beetje een bloemkool. Ja, dat is goed uitgezegd. Ja. Kijk, dan heb je dit. Ja. Ja, Wendy noemt dit cellulitis, maar ik vind het eerder bloemkool, hoor, Wen. Een goed bolletje pakt zichzelf uit het potje. Dus die pakt... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Als ik hier naar het potje ga... als je je penseel erin doet... Dan, dat is gewoon de hoeveelheid die wil hebben. Ja. Oh. Maar dat is iets wat je gewoon echt moet trainen. Ja, en ik voel dat omdat ik weet hoe lang... Ik weet hoeveel vloeistof ik in mijn penseel heb. Dus ik weet ook hoe lang ik in het potje zou moeten gaan om dat juiste bolletje eruit te halen. Op het moment dat ik voel dat daar iets niet goed in is. Dus ik denk, nee, mijn penseel was te droog of te nat. Dan weet ik dat het bolletje wat ik heb gepakt dus ook niet goed is. En dan kijk ik ernaar en denk ik, oh ja, die is echt niet goed. Duidelijk, hè? Ja. Gewoon vaak doen. Ondertussen vraagt Elvira, en die vraag is al vaker gesteld, kun je acryl mengen met pigment? Ja, Elvira, dat kan. En Pepijn heeft net al een beetje uitgelegd dat hij het dan wel zou aanraden om eerst je mengseltje al op voorhand ergens in een potje te mixen. En pas dan eigenlijk meer te gaan maken. Want ja, pure pigmenten, en ik neem aan dat je het hebt over onze neonpigmenten, die zijn puur. En het makkelijkste is het om het dan ook te mixen met je witte acrylpapier. Pepijn, of kun je dan ook wel... Pippin? Ja, met je witte acryl, ja. Ja, dat doe je met witte acryl. En dan pure pigmenten daardoorheen mixen. En een apart potje en dan gewoon kijken en proberen. Ja, dat kan dus zeker, Elvira. Nou, ik denk dat ik even doorga. Ja, gaan we door. Mag dat? Leuk, ja, leuk. Ja, graag. Ik heb dus intussen die platte blaadjes. Nou, je ziet echt, dit is echt heel erg plat, hè? Het is echt heel plat. Nou. Dit zou je met rubber-based clear kun je dit al helemaal glad maken. Ja. Nu ga ik hier in deze grote bloem extra blaadjes maken. En die bolletjes zijn dezelfde grootte, alleen ga ik die iets anders uitwerken. Dus ik leg hem hier neer. Waar die twee blaadjes elkaar ontmoeten... En ik maak een punt van mijn penseel en ik ga eerst hem even openmaken. Dat moet altijd eerst. Openmaken. En dan ga ik hem dus uitwerken. Maar nu ga ik niet plat, maar ik ga een beetje omhoog vegen. Kijk, zo.
Zo. Dus ik ga hem eigenlijk de lucht inbrengen. Niet te ver, maar ik wil dat ik hier achter die scherpe lijnen blijf zien. En als hij wat taaier begint te worden, dan kan ik mijn penseel iets platter houden om hem wat vlakker te maken. Nou, en dan heb je dus zo een volgend laagje. Nou, gaan we dat aan de andere kant ook doen. Eigenlijk is het leven heel simpel, een herhaling. Zo, ik hou hem even andersom. Zo. Punt aan mijn penseel. Ik ga hem eerst weer openmaken, is heel belangrijk. Zo. Daar ben je. Hallo, onderkant. Je wil altijd hier die schaduw zien. Op het moment dat je die kwijt bent, ben je echt je definitie grotendeels kwijt. Of dat moet natuurlijk helemaal je plan de campagne zijn. Nou, je kunt hier zo lang mee doorgaan als dat je wil qua lagen opbouwen. Vroeger deed ik misschien wel 4, 5 lagen hier op elkaar. Later ben ik me gaan realiseren dat als je te klein werkt, en dat zei ook Syriza van de week, ja, je ziet het niet meer, hè? Je oog wil, het wordt rommelig voor het oog. Dus je kunt beter wat minder blaadjes gebruiken die wat groter en wat beter geproportioneerd zijn, dan heel veel heel kleine laagjes waar je vervolgens het eindresultaat bijna niet meer van ziet. Ja, en ook voor de buitenwereld. Ik bedoel, klanten die vinden niks gavers om dan hun nagels te showen. Maar als je van een afstand niet kunt zien dat het een mooie bloem is, ja, dan valt dat dus ook wel weg. Dat vind ik dan ook wel zo jammer. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. En je trekt deze blaadjes ook niet, je trekt dit ook meer omhoog, hè? Ja, ja. Masseer het echt omhoog. Ja. Doe er hier ook eventjes eentje. Ik vind dat een beetje een gek plekje anders. Penseelpunt schoonmaken, droogmaken, lekker rollen. Je gaat onder dat dit blaadje staan, dus op die soort donkere lijn. En ik masseer hem echt zo lekker de lucht in. En ik wil niet, hier heb ik hem nu teruggeduwd en naartoe, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet, dat wil ik niet. Ik wil wel duidelijk die separatie houden. Klinkt heel ingewikkeld, maar kijk, nou zo. Nou, het begint al ergens op te lijken. Hè? Dan gaan we wat mooie bladeren maken erbij. Iets wat uitgebreider dan dat we dat toen net hebben gedaan. En ga je daar dan ook weer je dubbel dip voor gebruiken? Ja, ja? Okay. Ook weer met mijn pastelgeel. Ik ga hier beginnen aan de onderkant, wat er mist hier. Geel. Beetje groen. Neerzetten. Punt maken. Zo. Eventjes ietsjes platter maken, want je ziet dat hij hier te dik is. Ja. Dus ik maak hem even ietsje platter. Wel gescheiden, of wel loshouden van het bloemetje. En dan de middenlijn. Iets met je haardbeeld. Okay. Ja. En ik zal ietsjes rechterop gaan zitten. En dan maak ik zo de zijkanten. En dat doe je echt weer met het puntje van het penseel. Echt met het puntje van het penseel. En echt snijden. Ik kan het niet anders uitleggen dan met snijden. Zo. En dat vind ik eigenlijk ook wel hier nodig. Ja. Maar als je gaat mengen met pigmenten en met je acrylpoeder, hou er dan rekening mee dat je maximaal 30% acrylvreemd materiaal toevoegt. Dus maximaal 30% pigment of chroom of glitter. Want ga je meer toevoegen, dan ga je de hechting nadelig beïnvloeden. Zo. Ja, dan verlies je eigenlijk de werking van acryl in dit geval. Ja, de hechting en de uitharding. Sorry, dat wilde ik natuurlijk zeggen. Zo, even hier nog een blaadje. Oh, ik vind dat groen op dat blauw ook echt geweldig hoor. Het knalt er echt uit. Ja, in het verleden werd me heel vaak gevraagd welke kleurcombinaties werken nou goed. Nou, dat is gewoon ervaring, gewoon doen. Mm-hmm. En dan als je iets hebt gemaakt waarvan je denkt, oh, dat is vet, even onthouden. En dat is dan een van je succesnummers. Die gebruik je dan heel vaak. Dit is er één. Dit is er één. Ja, dat geloof ik wel. Knalt er recht uit. Hier moeten we natuurlijk ook iets doen, hè, want dit is een gekke plek. Ja.
Zo, en je ziet, het duurt helemaal niet lang. Mensen denken vaak, oh, dat duurt allemaal zo lang, dat acryl. Nou, dat is echt niet even scherp maken. Echt niet het geval. Zeker niet als je die verhouding poeder of verhouding met die aceton goed hebt. Ja. Zo, dan gaan we terug naar het hartje. Mm-hmm. Want ik wil daar nog even het bloemhartje in maken. Kan natuurlijk gewoon een steentje. Je zou ook weer een pareltje kunnen doen. Maar ik vind het nu wel leuk om even een klein beetje dat geel terug te laten komen. Dus ik pak een dubbeldip van wit met een klein beetje geel. Die leg ik hier in. En die pet ik even zo plat. Tjoek, tjoek. Punt. Ja. Dus nou is hij wat platter. Je laat hem even settelen. En dan ga ik er buiten staan en dan ga ik erin. En dan maken we zo een mooie... Oh, en nou hebben we een rosebud. Kijk nou toch wat mooi. Echt met dat puntje volg je. En dat gele komt nou ook echt heel mooi daarboven. Zo. Supermooi. Dan hadden we het net over schaduwen. Als je nou later schaduwen aanbrengt, dan kun je dat doen, maar dan blijf je altijd van het blaadje af. En dan werk je jezelf naar het blaadje toe. En je moet niet het blaadje aanraken. Dus je zet het er echt, je mag er wel onder zitten, maar je mag niet het rand van het blaadje raken. En dan heb je zo een beetje schaduw. Nou, dan vind ik eigenlijk ook nog wel dat we nog iets leuks moeten doen. Dus dan neem ik nog een beetje wit. En dan met hele kleine, want je kunt natuurlijk met witte acryl ook hele kleine stipjes zetten. Oeh, dat is een heel groot stipje. Zo. Oh ja. Kleine dotskies. Zo. En dan met je dotting tool ga je daarin. Oh, hoe mooi. Dan heb je echt gewoon een kleine. Wat leuk. Ja. Echt prachtig. Maar dan heb je ook echt zo'n dotting tool. Dus daar echt wel ja, en als je dit met je penseel doet, dan is je penseel overleden. Ja. Dan moet je niet met de punt van je penseel doen. Nee. Zo, eventjes hier. En dat kun je dus ook heel snel. Dus sowieso kun je met die dotting tool echt wel heel veel leuke dingen doen. Ik zal straks ook nog iets laten zien. Zo. Oké, nou, om dit af te maken. Haha. Mijn palet. Die bouillons. Die zo lekker oppakken. Ja. Mee kijkt ook mee. Ze zegt, mooi Pepijn, voor jou is het net fietsen. Je verleert het nooit. Nee, dat is zeker waar. Nou, we hebben natuurlijk vanochtend ook voor onze internationale trainers dit gedaan. En toen was ik wel heel gespannen hoor. Toen dacht ik wel even van, oh jee, als ik nog maar weet wat ik moet doen. Nou, en het lukte wel hè? Ja. Ja, gelukkig. Ja. Maar het is ook zo leuk. Ja, het is ook zo leuk. En nu ik het dan ook zo zie, dan denk ik, oh. Zo, nou, of vinden we het nu wel genoeg? Ja, Cerise zou zeggen ja. Ja, dus doen we nog wat meer. Ja, nog iets erbij. Haha. Zo, en dan hier nog deze voor hier. Zo, en dan vind ik het wel weer, dan vind ik het wel genoeg. Ja, echt prachtig. Zo, kijk, dan heb je toch eigenlijk een beetje hetzelfde idee als die eerste bloem. Ik zet het heel eventjes vast. Even in de lamp. Dus je kunt met die ene, dat ene potje gewoon heel veel verschillende soorten designs maken. En ja, ik had deze natuurlijk vanochtend ook al gedaan. Ik zal ze even neerleggen. Zo, zo. En deze dan erbij. Dus ja, dan heb je dit. Wauw. En heb je op de linker tip heb je ook nog iets wits op die bloemen extra gedaan? Ja, dat is gehighlight. Okay. Dat heb ik met, in dit geval was dat Master Paint. Ja. Maar dat kun je natuurlijk met liner gel doen. Nou heb ik hier, ha, wat toevallig, hey, ook diezelfde liner gel op mijn tip liggen. Hoe op mijn dit, steen. En wat het leuke daarvan is dat je net die randjes nog iets meer naar boven laat komen. Even kijken of dat ik moet even die palet aan de kant, en dan kan ik mijn hand in het midden. En dan kijk, dan kun je dat zo doen. Normaal gesproken doe je dit voordat je je bouillons doet. En ook niet overal, hè, een klein beetje.
En je doet het nu met liner gel, maar je hebt dus die eerdere tip met masterpaints gedaan. Ja. Liner gel kun je nu als het uitgehard is, dan kun je het ook gewoon zo uitdragen. Ja. Maar masterpaints, hoe zou je dat dan beschermen? Die moet je dan, ja, ik deed dat vroeger altijd met brush on glue, want dat droogt er mooi diep in. Of je moet er een topcoat overheen zetten. Ja. En dan alleen eigenlijk die lijntjes volgen van je masterpaint lijntjes. Ja. Ja. Maar kijk, dan heb je dus dit. Geeft net iets meer definitie. Ja, prachtig. En als je dat dan toch hebt natuurlijk klaar hebt liggen, dan ga je natuurlijk ook nog eventjes een beetje... Ja, oh ja, echt heel mooi. Nou, anyhow... Als ik eenmaal bezig ben, dat is het probleem, dan stop ik niet. En ik heb nog wel wat dingetjes die ik jullie wil laten zien. Dus ik denk dat ik dat maar moet gaan doen. Ik wil het natuurlijk ook niet te saai maken. Hè. Voor jullie, anders zitten jullie te denken van, ja, oh, dat duurt heel lang, die demo. Dat is het fijne van die studio ook, hè, dat je vanaf alle kanten kunt kijken. Dan was ik ook de eerste paar keer zo enthousiast toen ik aan het filmen was. Want je kunt precies zorgen dat je kunt zien wat je wil zien. Want vroeger, dan stond je misschien wel op 2 meter afstand van mijn werktafel als ik dan een demo aan het doen was. En dan was ik dan die demo aan het doen en dan zei ik wel halverwege zo van, oh, zorg hiervoor, blijf weg. En dan deed ik zo met die tips of kun je het zien en dan, oh ja, ja, ja. Maar ja, dit is veel beter, want je kunt het ook allemaal echt zien. Zal ik me gaan voorbereiden op de volgende nagel, Jessica? Nou, mag ik nog heel even, want Jet die vraagt, zou je nog 1 keer de nagel even van de zijkant willen laten zien? Want hij lijkt zo hoog, maar dat valt best mee, hè, Pepijn? Ja, zal ik hem zo? Kijk toch eens, dat is, valt echt mee. Het is echt plat, Jet. Zie je? Ja, echt super. Echt kijk, geweldig, als je dus deze valt kijkt, best mee. Ja. Die is helemaal vlak. Ja. En dat is echt wel draagbaar. En ze zijn allemaal helemaal in awe. Ja, en als je dit nou vervelend vindt in dragen en je denkt bij jezelf, nou, ik vind dat toch niet fijn dat het zo hoog is, doe er dan gewoon een laagje gel overheen. Dan trekt die helemaal glad en dan is het gewoon echt een inlaynagel. Ja. Alleen heb je dan de inlay zelf gemaakt in plaats van kant en klaar. Super cool. En iedereen is ook enorm geïnspireerd geraakt en kan ook niet wachten om te gaan freubelen. Nu lekker eerst meekijken, nou gelijk hebben jullie. Ik las ook ergens in de comments dat iemand heel erg druk is om voorbereidingen voor de oliebollen voor morgen. Hoe lekker is dat, ik hou van oliebollen. Dus als je nog wat over hebt, stuur me deze kant op hoor. Ik hou ervan. Nou. Ondertussen wil ik even jullie meenemen naar het huiswerk, want bij deze workshop hoort natuurlijk huiswerk. En dat huiswerk is, je mag 3 tips graag maken met de verschillende bloemen die Pepijn laat zien. De technieken die hij dus behandelt. En of je dat op tips doet, op stiletto tips, kleine tips, dat maakt allemaal niet uit. Misschien dat je eigen handen daarvoor wil gebruiken. En stuur die ons dan toe. En ja, 3 tips hebben we dan nodig, maar je hoeft ook niet alle bloemen die Pepijn dus ook gaat maken vandaag ook echt copy-paste te doen hoor. Dus het is gewoon je eigen flow, je eigen ding. Mensen hebben het al over pigmenten mixen. Nou, laat dat eens zien, hartstikke leuk. Ik heb al iemand gelezen, ik zou dit doen op een Airnews ondergrond. Super tof natuurlijk. Dus nou, laat zien, we zijn heel erg benieuwd. Nou, die mag je natuurlijk toesturen, maar wel in die link toesturen. Ja, Wendy zit ondertussen in mijn oor, vertelt ze, want dat heeft ze heel erg mooi gedaan. Ze heeft een berichtje vastgezet bovenaan op de pagina van de Nail Talk Live, onze groep. En in het vastgezette bericht staat ook precies wat je allemaal moet doen. Nou, en in dat linkje, als die foto's, die moet je daar naartoe sturen. Als je die daar niet naartoe hebt gestuurd, dan ontvang je dus ook geen certificaat. En alleen deze extra ingelaste workshops, die bevatten ja, certificaten die je dus niet opgestuurd krijgt, zoals je normaal van ons gewend bent, maar zelf uit kunt printen. En vanaf volgend jaar, dan hebben we wel weer gewoon uitgeprint certificaten. Nou, superleuk. Ik ben echt heel erg benieuwd naar al jullie inzendingen. Even kijken. De prijzen. Laten we die nog even rustig bekijken met z'n allen. Want dat zijn er nogal wat. Die je hier dus mee kunt winnen. Als je je inzendingen toestuurt. Kijk toch eens. 2 color kits. Acryl color kits, hè? Ja, de onderste is ook een color kit. Liner gel natuurlijk. Awesome crystals. Nou, geweldig in verschillende maten. Echt super mooie kristalletjes zijn dat. Nou, 2 potjes grotere acryl. Pro Formula acrylpoeders. Master Detailer, My Little Friend, Bullions. En ik zie nog heel mooi 2 verschillende kleuren opalen. En die zijn prachtig.
Want die boeien die kun je natuurlijk ook in het midden van je bloemetjes met die strasjes. Maar die opaaltjes die geven ook nog een extra effect, omdat die ook ja, shine en hoekiger zijn. Supermooi. Ik zou heel gelukkig worden van dit pakket. Dus doen jullie best. Heel veel succes ermee. Toi, toi, toi. Jullie hebben een week om jullie inzendingen ons toe te sturen. Nou, wie weet. Succes allemaal. Nou, dan heb ik nog. We hadden net natuurlijk al een prachtige commercial. Ik moet natuurlijk eerst nog even naar alle workshops. Hè, want na deze workshop is het klaar. Hebben we natuurlijk het eind van het jaar. Maar dan gaan we verder, volgend jaar, met Linda. En wij beginnen dan al maandag 4 januari. En Linda laat Easy Glitters zien. En zij gaat lekker sugaren en ze gaat met glitters werken. Nou ja, daar is Linda natuurlijk helemaal fan van. Maar wij ook. En ze heeft superveel informatie. Dus pen en papier bij de hand. En misschien dat je denkt van ik ga niet gelijk meedoen. Dat doe ik later, want ik ben toch vrij. En dan later gewoon lekker terugkijken, pauze zetten, weer opnieuw en dan je huiswerk insturen. Want die informatie is echt key. Want welke top gebruik je nou om te gaan sugaren? En welke als je dus lekker leuke dingetjes wil verstoppen in de nagel. Als je pigmenten wil gaan poetsen. Nou, dat soort dingen zijn echt heel veel verschillende technieken. En verschillende producten die je daarvoor nodig hebt. Dus zeker kijken met pen en papier. Na Linda, 4 januari, gaan we door met Deborah. En die is woensdag 6 januari aan de beurt. En Deborah die laat hele gave, supercoole, realistische diertjes zien. Mooie animals, hè? Mooie gezichten. Van een poesje heb ik al voorbij zien komen, een hondje heb ik al voorbij zien komen. En misschien dat jullie die papegaai uit een vorige demo ook al nog wel kunnen herinneren, want die was echt super cool. Ook verschillende technieken erin. En ze gaat het doen met gel polish. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik ga zeker kijken. Nou, na Deborah, dan is onze lieve eigen Wendy aan de beurt. En Wendy gaat supercoole shapes laten zien. Stiletto nails, I love them. En nou, ik ben heel benieuwd. Het is nog een verrassing wat ze erin gaat doen. Dus ik zou echt aan die buis gekluisterd om mee te doen en om te kijken wat voor prachtig ze nou weer wil laten zien. Echt heel erg bedoeld. Maar dan gaan we van lang na kort, en dan is Sylvana aan de beurt. Sylvana, onze shorty expert. En Sylvana die laat, die gaat met kristallen aan het werk. Dus mooie strassteentjes, mooie bullions. En dan gaat ze hele mooie, ja, leuke figuurtjes mee maken. Dus hele mooie diertjes. Hè? Ook weer een beetje terugkomend wat Deborah laat zien. Maar dan leuk met strassjes. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Want je hebt natuurlijk een heel klein oppervlakte. Om daarop een nail art, want dat is het ook natuurlijk, te laten zien. En ik ben ook benieuwd hoe ze die strassjes en bullions dan vastzet. Want dat is natuurlijk ook key. Nou, al die tips en tricks die gaat ze jullie geven op die dag. Zeker kijken. En daarna, na Sylvana, is Michelle aan de beurt. En Michelle die laat gave dingen zien. Die gaat met gel gaat ze ornamenten maken. Dus dingen die je op de nagel als nail art kunt dragen. Ze heeft al een nail art in de onderlaag. Prachtig mooi paardengezicht heeft ze gemaakt. Die had ze dan geschilderd. Maar die manen, die heeft ze dan weer een special effect gegeven. 3D gel ornaments. Nou, en ik heb strikjes voorbij zien komen. Ik heb echt super gave dingen voorbij zien komen. En ik vond alles mooi. Dus ja, ook daar zit ik weer aan die buis gekluisterd. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze dat laat doen. En ze neemt ons allemaal mee in de wereld van 3D gel ornaments. Nou, na Michelle is aan de beurt. Ja, ja, Annelies de Brabander. En Annelies, dat is natuurlijk onze dame uit Weert. En die kan ook heel erg leuk schilderen. En zij laat die dag aan ons zien cartoons. Hoe zij die nou schildert. Ben ik zelf heel erg benieuwd naar. Ik kijk er ook enorm naar uit, want ik mag haar dan ook bijstaan. Dan sta ik ook weer op deze plek. En nou, dan ga ik denk ik een beetje zo kijken, want ik ben er heel erg benieuwd hoe zij haar cartoons maakt. En misschien dat ik er ook wel een paar tips en tricks uit kan meenemen. Wie weet. Hartstikke leuk. Kijk ik enorm naar uit. En dan last but not least is aan de beurt onze Cyril. En Cyril die gaat ons alles vertellen over een prachtige lijn die we hebben. Dan is het natuurlijk maandag 18 januari. En wie weet mogen we daarna ook met z'n allen weer aan het werk. Dus die laatste workshop is geweldig. Want Cyril die laat natuurlijk de seduction lijn voorbij gaan. En gaat alle mooie producten die we hebben van die seduction behandelen. Maar daarnaast ook sales technieken gaat ze je vertellen. En hoe je dat kunt aanpakken in jouw salon. Dus hoe jij producten kunt verkopen aan jouw klanten. Sommige mensen vinden dat eng, misschien wel een beetje lastig. Misschien dat je denkt, nou, het is allemaal al zo duur, dat willen ze vast niet van mij. Nee, Cyril gaat je echt op een makkelijke, simpele manier uitleggen dat het echt niet moeilijk is en echt zeker te doen is. Want het is gewoon een gemiste kans in jouw salon. En hopelijk kun je al heel snel al die technieken die je hebt geleerd, naast die van Cyril, maar ook alle workshops die daarvoor zijn geweest, lekker toepassen in je salon en dan weer lekker aan het werk gaan met z'n allen. Nou, hartstikke mooi.
Het was weer een hele mond vol met informatie. Ik wilde net vertellen dat we natuurlijk al een prachtige commercial hebben gezien. Maar we hebben er nog eentje staan voor jullie. En dat, ja, die vind ik eigenlijk nog mooi. Ik kan geen keuze maken. Bij deze krijg ik altijd kippenvel. Komt ook door de muziek en om de tijd waarin die eigenlijk is gemaakt. Dat is onze commercial, The Autumn Leaves. Kijk lekker mee met hem. Wat geweldig. Daar reageert iemand. Karin, wat een gaaf jasje. Dankjewel. En ik zie iedereen het hebben over oliebollen. Oh, dit lijkt eigenlijk best ook een oliebol. Mijn oliebollenjasje. Nee, ik heb kreetjes op mijn jasje. Ik krijg opeens heel erg zin in oliebollen, Pepijn. Heb jij dat niet? Ja, prachtig. Ik ben heel erg benieuwd naar je volgende design. Wat ga je ons laten zien? Ja, we gaan ietsjes verder. We gaan namelijk een bloemblad maken met beweging daarin. En wat bedoel ik daarmee? Dat je het blad dus in het blad, tot nu toe zijn we het gewoon aan het uitduwen, dus plat zijn we het aan het uitduwen. Nu gaan we er een lijn in maken en die lijn bepaalt hoe dat bloemblad zich beweegt. Nou, dat is iets lastiger, omdat je aan de ene kant moet snijden en aan de andere kant moet duwen. Dus je snijdt. En je duwt, je snijdt en je duwt, en je snijdt en je duwt, en je snijdt en je duwt. Ja, nou dat was het. Veel plezier ermee. Ja. Kun je ondertussen nog één keer uitleggen, want Gemma vraagt het. Wil je het nog één keer uitleggen, de Prestige Liquid. Hoeveel procent Prestige, hoeveel procent aceton? Want dat is net iets anders dan de Blue Liquid. Ja, Prestige, dan doe je 60% aceton, 40% liquid. Bij Blue doe je het andersom. Dan is het 40% aceton, 60% liquid. Dankjewel. Dus eigenlijk 2/3. 2/3, 1/3. En bij de langzamer drogende Prestige, 2/3 aceton op 1/3 liquid. En bij de Blue Liquid draai je dat om. Dan zit je redelijk goed. Maar het is altijd een beetje aftasten. Hè? En als je er dan aceton bij doet, ik heb toen net ook weer even wat nieuwe liquid en aceton gepakt. Want wat er ook gebeurt is, die aceton verdampt sneller dan de liquid. Dat is de reden waarom het snel uithardt. En dat is ook zo fijn. Hè? Daardoor krijg je dat het product zo goed compact blijft. Het nadeel is dat dus die aceton na verloop van tijd uit deppendisjes verdampt. En dan zul je ook merken dat langzaam maar zeker je liquid of je poeder steeds weer langzamer gaat uitharden. On average, gemiddeld, deed ik met één gemengde kleine deppendish 5 nagels in de salon. Dus kon ik op 5 nagels mijn bloemen en mijn design doen en daarna maakte ik de deppendish schoon en het deed ik er opnieuw liquid in, opnieuw aceton en dan ging ik door. Je kunt tussendoor ook aceton toevoegen, maar het ligt er dus aan hoe het zich aan het verdampen is. Maar het is wel goed dat ik daar nog eventjes wat dieper op inga. Dat merk je echt, dat verschil. Ja. En dat is, ja, op een gegeven moment ben je gewend aan een bepaalde mixture en dan voel je ook meteen, hey, hij is goed, hij is niet meer goed. Nou, ik heb hier weer een zwarte tip, want dat is natuurlijk het makkelijkst. En we gaan dus nu een bloemblad maken wat zich beweegt over de nagel. Nou, dat is wat lastiger, want nu moeten we net als bij een groen blaadje, we leggen het blaadje neer. Groen blaadje trekken we alleen in een puntje. Nu gaan we hem echt in een kronkel trekken. Maar als we hem dan in een kronkel hebben, bepaalt die kronkel ook hoe onze nerven erin worden geduwd. Maar gaan we kijken. Ik moet even dit wat beter doen, want dat glijdt weg. Zo ja, zo. Haha. Dus Je kronkeling in je blad ga je nu creëren en dan is straks de volgende stap natuurlijk een omdraaiend blad of een wegvallend blad. En zo kun je daar dus mee spelen. Nou, tip is klaar. Liquid is klaar. Ik neem gewoon even voor het gemak gewoon geel, pastelgeel, en die leg ik neer. En terwijl die nog vloeibaar is, verdeel ik deze en trek ik hem uit. En dus nu iets kronkeliger dan dat ik dat toen net heb gedaan. En je kunt hem ook ietsjes naar het midden toe duwen.
Als je dat hebt gedaan, maak je je penseel droog. Je vlakt hem iets uit. En je gaat erin met de zijkant van je penseel. Je maakt hem weer open. En je duwt één kant. Andere kant. Zo. Dan heb je hier in het midden zo'n dikke bochel. Daar ga je omheen. En dat vormt dan je volgende lijn. En nou zie je dat die heel dekkend is als je er van bovenaf kijkt. Dit is dus een teken voor mij dat ik te veel aceton heb. Dus, ik zal laten zien wat ik bedoel. Ik doe even een paar druppeltjes. Altijd je fles liquid bij de hand hebben. Ik doe er even een paar druppeltjes bij. Zo. En dan zullen jullie het verschil ook zien. Zo. Zo. Even mengen. Zo. Even weer goed positioneren. Hier. Ik leg hem neer. Ik trek hem in de gewenste vorm. Ik trek hem naar boven. Snij, maak mijn penseel scherp. Ga erin en duw. In en duw. In en duw. En dan zie je dus dat je er veel meer speling erin hebt en veel meer die dieptewerking van hoog en laag. Die ik dus bij dat andere bolletje miste. Dus dan zien jullie goed wat daar het verschil tussen is. Nou, deze beweging, die zet je voort. Zo. Zo. Dus dan heb je een uitgewerkt bloemblad. Waar je voor moet opletten is het volgende. Dat zag ik in het verleden vaak gebeuren. Dat doe ik even hier aan de bovenkant van de tip. Waar je voor moet opletten is het volgende. Je neemt je bolletje. Je legt hem neer. Dat gaat goed. Dan vaak ging dit ook nog wel goed. Dus uitrekken. En een beetje het plat maken. Maar, ik zag vaak dat de cursisten dan vergaten om weer van buiten naar binnen te gaan zo. Wat er dan gebeurt is dat ze hun penseelpunt erin zetten, zo. En dan duwen. Maar dan heb je natuurlijk geen controle over wat je aan het doen bent en je sluit hier het hart af. Dus dan verlies je de connectie met de omliggende bladeren. En dan krijg je echt losstaande bladeren. Kijk, een bloem, daar zitten die bladeren aan elkaar vast. Maar die zitten achter elkaar aan elkaar vast. Je moet dat niet sluiten. Dus zorg ervoor dat je niet hier dat gekke hoekje gaat krijgen. Dat kan wel als je dat heel erg bedoelt, maar niet in deze bloem. Nou, ik heb een ondergrond. Ik vind deze wel leuk gelukt eigenlijk als ik hem zo zie. Ja. Het is neonroze. Ik gebruik heel vaak neonroze. Paars uit de Year of the Dragon collectie. Ik heb hier nog een beetje van die eerste roze van toen net gebruikt. En een schaduwplek in het midden. Nou, dan ga ik dubbel dippen. En dat ga ik nu doen met die pastelgeel, maar ook met neonroze. En ik gebruik die neonroze omdat die neonroze ook in het design zit. Dus als ik hem dan straks ga uitduwen, dan krijg je wat meer beweging in het geheel. Ik moet het toch eventjes ietsjes beter fixen. Anders kan ik niet praten. Ja. Haha, daar zijn we weer. En ik ga dat bloemenplaatje maken. Nou, ik ga even liquid nemen. Er is trouwens nog één dingetje wat heel belangrijk is, wat ik vergeet en wat ik nog niet heb verteld tegen jullie. Als je een acrylbolletje opneemt, en misschien kunnen we dit op de sideshot laten zien. Zo, hier, hè, acrylbolletje. Pak nooit zo een bolletje. Dan weet je niet wat je aan het doen bent. Leun altijd met je pink op het potje en ga erin om het bolletje op te pakken. Doordat je erop leunt, kun je heel specifiek ook, kun je heel kleine bolletjes pakken of juist een wat groter bolletje pakken. Dat is allemaal een bewuste keuze. Dus je steuntje. Een steuntje, ja. Ja. Zo, nou, dan kunnen we aan de gang. Liquid, bolletje geel. Zo. Die was iets te klein toen net. Neerleggen en vormen.
lekker lang. Naar het midden. Reinig penseel. Open vanaf het midden. Open. Sesam open nu. Eén kant op werken. Andere kant op werken. Middenlijn volgen. En corrigeren. Zo. En hier weer naartoe. Ietsjes verder mag hij. En ik vind ook wel dat hij hier ietsjes verder mag. Zo. Dan hebben we dus een langgerekt bloemblad. Een traanvormig bloemblad. Die gaat ook naar de andere kant. Zo. In tegenovergestelde richting. Trek hem weer uit. Trek een beetje naar je toe. Zo. Reinig penseel. Open. Ga één kant op. Andere kant op. Gebruik punt van het penseel. En volg. Ga terug. Hij mag wat verder open. Zo. Zo. En zo. Dan hebben we twee tegenover elkaar liggende bladeren. Dan gaan we hier in het midden een groter blad maken. Een rond blad. Leg het roze naar het centrum toe. Verdeel hem dat hij hier achterlangs loopt. Dat hij hier achterlangs loopt, net als bij de roos. Zo, reinig penseel. En dat Ikebana penseel is echt het allerfijnste acryl design penseel dat er bestaat. Ik doe werkelijk alles met dit penseel. Als het design is. Mooi die nerfjes erin duwen. Hetzelfde idee als toen net. Zo, lekker die schaduw er doorheen laten komen. En dan zie je ook dat die zijlijntjes, deze, dat die heel mooi die nerfjes vormen. Zo. Doen we ook aan de andere kant. Neerleggen, punt maken. Naar het midden toe brengen, naar achter. Daarachter. Zo. Reinig penseel. Ga erachter. En masseren mooi open. Hier aanduwen. Zo. Zo. Nou, het begint al ergens op te lijken, hè? Ja, super, Pepijn. Van alle bloemen reageerde net iemand, vindt ze dit ook echt jouw handtekening, bloem? Ja, dit was ook echt, ik vond dit ook altijd heel leuk. Ja. Je kunt hem trouwens ook andersom maken, hè? Dat is de iris. Ik zal die even snel hierop doen, want nu heb ik me geconcentreerd naar een puntje naar buiten toe. Maar je kunt ook aan de buitenkant het kwapje neerleggen, een puntje naar binnen toe. Kijk mee. Klinkt een beetje gek als ik dat zo zeg, maar... Kijk, je kunt ook zo doen en dan hem naar binnen toe trekken. Zo. En dan ga je van binnenuit separeren. En dan, nu moet je hem even met rust laten. Dit beginstukje moet je best wel snel doen. Maar hier heb je wat meer massa, dus dan kun je wat meer tijd daarvoor nemen. En kijk, dan kun je hem namelijk zo... Zo. En heb je hem dus andersom. Is maar wat je voor ogen hebt. En die iris, dan heb je hier dus het hartje. En dan heb je allemaal van die lange bladeren alle kanten op. Ja. Oké. Okay. Gaan we terug naar deze. Nou ben ik een beetje in dubio waarmee ik hem ga beëindigen. Maar of tenminste, ik moet natuurlijk nog groen bij. Mm-hmm. Dus.
Ik ga weer dubbel dippen. En ik denk dat ik hem hier neerzet. Zo. Beetje uitrekken. Penseel pletten. Een beetje hier naartoe brengen. Scherp maken en een dwarslijn tekenen naast, naast de zijkant. En vanuit daar je nerven maken. Zo, een beetje aanduwen, 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 aanduwen. Zo. En dan kun je gewoon om het leuk en speels te maken, een heel klein beetje nemen. En dan leg je dat bijvoorbeeld hier neer. Dan is dat net een omgedraaid, omgeklapt stukje van een blaadje. Zo. Nou, is toch grappig, hè? Ja, wauw. En dan gaan we hier natuurlijk ook nog even iets leuks doen. Maar inderdaad, deze bloem heb ik veel gedaan in mijn leven. Maar dat is ook omdat ik het gewoon echt een hele mooie bloem vind. En ik vind het zo leuk om dat spelen in zo'n blaadje met die lijntjes. Daar kan ik zo van genieten. Ja. Vooral als het goed gaat. Vanochtend ging het niet goed. En dat doe je ook altijd met je penseel, hè? Misschien dat mensen dat toch eng vinden. Zouden ze dan ook iets anders kunnen gebruiken om te snijden, zoals je dat noemt, in een blad? Ja, dat is een goeie van je. Dat kan natuurlijk. Dat kun je doen met een bokkenpoot. Maar je krijgt een iets ander effect. Ik kan het wel eens even laten zien. Nou, oké, ga ik hier straks mee door. Stel je voor, heb ik die bokkenpoot nog? Ja, ik heb hier een bokkenpoot. Ik had die vanochtend even nodig ergens voor. Want bokkenpoot kun je natuurlijk best veel druk mee zetten. Nou, stel je nou voor dat je wil zo'n bloemblaadje maken. Een groen blaadje. Wel, wat je dan kunt doen als je dat met de bokkenpoot doet, is je neemt gewoon je mengsel. Je zet het neer. Je brengt hem een beetje naar in de gewenste vorm. Ik vind het zelf wel het mooist om de middenlijn te tekenen met mijn penseel. Omdat ik dan een wat dikker stukje heb om mee te beginnen. En dat loopt wat lekkerder. Nou, dan neem je een bokkenpoot. Bijvoorbeeld deze. En dan ga je er zo, ga je die nerven erin zetten. En ga je dan met je bokkenpoot ook nog eerst, doe je liquid of doe je dit gewoon droog? Gewoon droog. Ja. Het is wel belangrijk dat die schoon is. Ja. En dan duw je zo. Maar dit is wat, ja, nou, ik vind hem toevallig nu wel leuk gelukt. Maar ik vind hem meestal een beetje statisch als je dat zo doet. Ja. Maar ik vind deze wel aardig eigenlijk. Ja. Ja, nou ja, soms heb je nog een goed moment, hè. Ja. Oké, gaan we weer terug. Nou vind ik het ook nog wel leuk om dan toch een beetje te spelen met een leuk knipoogje. Dus dan denk ik bijvoorbeeld hier van, ik zou het wel leuk vinden als dit blaadje zo in een heel klein krulletje eindigt. Dus dan pakken we gewoon een klein beetje hiervan op. En die trekken we door, hier naartoe. Maken een beetje droog het penseel. En je opent hem een beetje. Nou, is toch hartstikke leuk zo. Ah, ja. Ja, dat vind ik zo leuk dat ik het daar ook doe. Ja. Symmetrie. Zo. Tekenen, lijntjes maken met je acryl is een van de lastigere dingen. Omdat je echt tekenen met acryl, dan moet je namelijk vrij nat werken. Zo nat werken dat het als het ware als een soort inktpatroon in je penseel trekt. Zo, nou, dan kunnen we natuurlijk op het midden veel verschillende dingen doen. Ik denk dat we hier gewoon een klassiek traditioneel hartje gaan maken. Dus dat ga ik nu doen. Ik neem daarvoor een abrikooskleur erbij. Zo. En een heel klein beetje roze. Die leg ik neer. En ik laat hem eventjes gewoon met rust. Zo. Kijk. Het is nu dus een vrij lelijk dik hartje. Dus wat doe je dan? Je maakt je penseel schoon. Je gaat op 2/3 erin. En je duwt dat deeltje zo omhoog. En dit deeltje trek je zo uit.
Zo. Wordt een soort, ja, een soort dingetje. Zo. Lekker een beetje uittrekken. En ook nu wil je weer die schaduw eronder zien. Want die maakt het zo leuk. Ja. Zo. En dan natuurlijk ook weer booleans en zo. Nou vind ik dit eigenlijk, ik vind hem, hij is, ja, leuk. Ik vind dat hij nog wel ietsje schaduw hier verdient, want ik vind dit plekje te licht. Soms kun je met je schaduw ook dingen creëren die er niet zijn, hè? Dus je kunt vormen corrigeren. Bijvoorbeeld dit lijntje hier is bijna onzichtbaar, maar nu ik er wat zwart tegenaan heb gezet, wordt die plotseling, ja, zichtbaar. Ja. Een heel klein beetje. En je bloem komt ook veel meer naar voren met dat zwarte, ja, er weer onder. Dat is absoluut waar. Zo. Maar nooit op het blaadje zetten, hè? Nee. Behalve als je dat echt wil. Dan. En die schaduw, die zet je dan ook echt natter op dan dat je een bolletje pakt papijn? Ja. En ook met een nat penseel blend je dat dan eigenlijk ook een beetje uit? Ja, maar wel uit. Schoongemaakt tussendoor. Ja, 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 dat wel. Hij moet altijd, moet je penseel schoonmaken, maar dan, ja, ik neem geen vloeistof erbij. Nee, oké. Okay. Maar tijdens het schoonmaken maak ik het penseel ook niet echt droog. Ik zorg alleen voor dat het pigment ervan af is geveegd. Ja, oké. Okay. Dat is misschien ook wel goed om even te laten zien. Kijk, als ik hier nou een wipe heb, een brush wipe, zo. En ik neem bijvoorbeeld een bolletje zwart. En ik wil dat die zwart gaan uitvervagen. Dan neem ik dus dat zwart vrij nat op. Die leg ik hier neer, dat is de nagel. Mm-hmm. Nu zie je hier dat pigment op mijn penseel. Ik doe alleen maar dit. Maar dit is nog best wel nat. Kijk maar, als ik hem er hier ophou. Ik weet niet of je dat op camera kunt zien. Misschien op de sideshot. Dat dit best wel een ja, vochtige plek nu is. Ja. Dus ik zal het nog een keertje doen. Je neemt je product, dat zet je op de nagel. Hier zit viezigheid aan je penseel, tik je eraf. En dan met het vocht wat hier nu in zit, daarmee ga ik uitblenden. Ja. En je pakt ook best wel veel zwart eigenlijk op om die schaduw te creëren. Ja, nou ja, nu natuurlijk helemaal, omdat het natuurlijk, ja, ook, nee, op een groot penseel is. Net. Ja. Ook bij de nagel, omdat je, ja, dat zwart is enigszins transparant. Ja. Dus je moet dat wat daar een beetje mee spelen. Het kan ook een beetje vlekken. Dus daarom heb ik liever wat te veel, dat ik het er desnoods van afpak, dan dat het te weinig is en ik vlekken ga krijgen. Maar ja, waar is die nagel nou? Oh, hier. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga dus even wat leuke highlightjes doen. Want ik vind dat dat bij deze nagel echt noodzakelijk is. En dan gaan we dat bijvoorbeeld hier doen. Zo. Hier. En hier. Dan vind ik het ook wel leuk om hier in dat dingetje, eventjes iets kleiner maken, Pepijn, hier een paar stipjes te doen. Zo, hier een beetje highlighten, hier. En hier een beetje. En hier. En dan eigenlijk ook hier. Zo. Zo. Leuk, hè? Is het leuk? Ja, het is leuk, hè? Gaat even een paar seconden in de lamp. En dan vind ik hem eigenlijk dus nog steeds wel een beetje saai. En wat ik dan vroeger deed bij deze nagel, als ik deze dan ging maken, dan dachten mijn cursisten altijd, hij is nu helemaal gek geworden. Want, wat deed ik dan? Dan nam ik een willekeurige pasteltint. En dat ga ik ook jullie laten zien. Zorg voor een dotting tool. Nou, het is wel goed zo. En dan, op deze nagel wil ik hier nog een beetje iets leuks. Dus ik neem gewone liquid zonder aceton. En dat zet ik er neer en dat fabber ik er zo. Oh, wat doe je nu? Beetje overheen. Nou, dat ziet er heel eng uit. Dat het netjes is hier. En dan neem je dotting toe. Oh, wauw. En dan kun je zo allemaal leuke vormen erin maken.
waardoor je dus op een hele eenvoudige manier net wat meer design elementen eraan toevoegt. En je veegt de acryl die je eigenlijk nu wegschraapt, die veeg je nu aan een brushwipe af, ja. Maar je maakt het verder niet nat of zo, is gewoon droog, nee, hè? Gewoon droog. Kijk, en dat zou je dan ook nog een beetje, want dat deed ik dan ook wel vaak, door hier een beetje terug te laten komen. Wel plat, hè? Dus de randen moeten weggeblend zijn. Gewoon dezelfde dotting toe, dezelfde kant ook. Moet altijd even kijken, wat is de grote kant, wat is de kleine kant. En dit in zichzelf is al heel erg leuk. Als je bijvoorbeeld de glitterondergrond doet en je doet dit eroverheen, nou echt, je lacht je dood. Nou, dan om het helemaal af te maken, is het heel handig dat ik mijn gelpenseel voor de lamp heb gelegd. Nee. Ja, grappig. Oh. En er gebeuren hier soms wat dingen hoor, achter de schermen. Zo. Even iets meer in het midden. Zo. Ja, die bouillons, hè? Ja, die natuurlijk. Die moeten erbij. Ja. En of daarnaast. Of eraf. Zo. Ja, rosé en goud, want dat ligt er toevallig. Zo. Nou, ik vind het zo wel genoeg voor nu. Zo, ik zet die even vast in die lamp die nog aanstond voor mijn penseel. En ik neem even een wipeje, want ik had natuurlijk die bouillons lekker gemorst op mijn pink. Het is toch wat, hè? Nu snap ik wel dat het af en toe hier achter de schermen een dolle boel is. In ieder geval. Nou, deze had ik natuurlijk ook alvast voorbereid. Dus die zal ik laten zien. Hier. Oh ja. Hier heb je een versie. Deze is dan die we net hebben gemaakt. En als je nou denkt van, oh dat hartje, ik vind dat heel lelijk. Want het doet me denken aan iets heel geks. Dan doe je het gewoon leuk met een opaal. Dan heb je het zo. Oh, maar dat is ook mooi. En over die iris gesproken, die ik je net heb genoemd, ja. Hè, met die, dat kun je dus ook dit doen. Dan heb je hem omgedraaid. Oh ja, van buiten naar binnen. Ja. Wauw. Leuk hè? Kind kan de was doen. Easy peasy. Ja. Dus, ik heb er nog eentje voor jullie in petto. Dat is weer een heel ander soort bloem. Daarvoor ga ik nu even de ondergrond maken. Nou, hartstikke leuk. We zijn heel erg benieuwd natuurlijk. Ondertussen ben ik een beetje helemaal comments aan het lezen. En ja, iedereen is vooral super, super geïnspireerd en dankbaar dat je dit met ons wilt delen. En ja, dat ben ik helemaal met jullie eens, absoluut. Dus helemaal leuk. Nou, terwijl Pepijn even lekker de ondergronden voor het laatste design vast klaarmaakt, wil ik het nog even met jullie hebben over het huiswerk. Wat moeten jullie nou doen? En vragen wij van jullie, hebben jullie een week de tijd voor om ons jullie huiswerk toe te sturen? En jij mag dan alsjeblieft 3 tips maken met verschillende bloemen. En of je dat dan op stiletto tips doet, tot kleine, dat maakt allemaal niet uit. Misschien wel je eigen hand, hè, hartstikke leuk. En zend die ons dan toe. Maar het gaat nu wel iets anders. Dus die mag je ons dan toezenden via de link die in het album staat. En daar mag je de foto's naartoe sturen. Doe je dat niet via die link, en dat gaat dan wel via een mailtje heen en weer, dan ontvang je dus ook geen certificaat. Want we hebben nu natuurlijk, dit zijn extra ingelaste e-lives, e-workshops. En die gaan anders. En natuurlijk is het kantoor, die hebben dus gewoon vakantie, dus is dicht. Ja, en Wendy zegt, de lieve schat, ze kunnen mij natuurlijk ook altijd een pb'tje sturen en dan help ik ze ook met alle liefde. Dat moet je ook vooral doen bij Wendy, want ik denk dan eerder van, oh Wendy, hoe moet het ook alweer? Yes, en techniek is net heel erg goed. Maar goed, als je dat dan via die link ons toestuurt, dan krijg jij een certificaat en die kun je dan zelf uitprinten. Dat zijn alleen bij deze extra ingelaste certificaten. Zodra het kantoor weer open gaat, en dat is dan begin januari weer, dan zullen de certificaten hier weer toegestuurd worden. En dan hebben we ook weer de normale e-workshops die al gepland stonden. Goed, dat. Maar ja, wat kun je dan winnen als je dan al die moeite hebt gedaan om dingetjes in te zenden? Dan kun je dit geweldige pakket winnen. Nou, hier word je toch helemaal gelukkig van. En twee kitjes, acrylkitjes. Je krijgt leuke, prachtige stasjes. En dit zijn gewoon echt de awesome crystals, dus die shinen. Bouillons erbij. Nou, dat hoort er natuurlijk, hè, om die bloemetjes mooi af te maken. Nog een paar losse acrylpoeder en liner gel zie ik. En opalen. En last but not least, de Master Detailer. Geweldig penseel. Het is mijn kleine vriendje. Ik kan er niet zonder. Dus nou, doe je best. Het is toch geweldig om dit pakket te winnen, jongens. Hè?
Word je helemaal gelukkig van. Pepijn is natuurlijk nu als allerlaatste hekkensluiter van het jaar met deze e-workshop. Maar dan hebben we oud en nieuw, want dat is morgen gewoon al, hè. En dan is het 4 januari en dan gaan we gewoon weer verder. Want dan is onze lieve eigen Linda aan de beurt. En Linda laat een hele leuke workshop gaat ze geven, Easy Glitters and Sugars. En daarin gaat ze je van alles vertellen. Hoe, met welke producten, die moet je gebruiken om pigmenten in te poetsen. Als ik wil sugaren, hoe doe ik dat dan? Moet ik dan iets hebben met plaklaag of zonder plaklaag? Nou, je hoort het al, heel veel informatie. Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Misschien ook handig om gewoon eerst te kijken en te schrijven. En daarna je huiswerk achteraf, want je kunt het terugkijken, lekker terugkijken, op pauze zetten en de dingen doen die Linda laat doen, laat zien. En ik weet zeker, ja, geweldig, word je helemaal blij van. Let's start it easy, zegt Linda. Dus heel benieuwd wat Linda ons allemaal laat zien en alle tips en tricks natuurlijk. En dan na Linda is het woensdag, hè. En woensdag 6 januari is Deborah aan de beurt. En Deborah, die laat geweldige realistic animals zien. Dus echt realistische dieren laat ze zien. Ja, hele prachtige. Ja, misschien komt die papegaai wel weer voorbij. Ik wilde eigenlijk niet meer aan denken, maar nu schiet opeens die enge spin door mijn hoofd. Oh, wat was die eng. Maar die was ook realistisch. Zo eng. Dat ik echt... nee. Nou, ik zag een poesje voorbij komen. Ik zag een hond ook. Die had ze volgens mij vandaag nog gepost. Hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doet. Met gel polish, dat weet ik al wel. Maar verder, geen idee. Dus ik ga zeker kijken. Jullie ook? Daarna... Na Deborah is het vrijdag 8 januari en weer tijd voor een workshop. En dan is Wendy aan de beurt. En Wendy gaat stiletto nagels maken. Ik hou echt van deze prachtige shape. Ik vind ze geweldig, dus ik ga ook zeker kijken. Ik ben ook heel benieuwd wat zij gaat doen. Want het is een verrassing. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien gaat ze er wel iets instoppen of het opmaken. Nou, wie weet. Dus ik ga ook zeker kijken. En Wendy gaat dat natuurlijk samen doen met Pepijn. En helemaal leuk. En na Wendy, want dan komen we weer aan bij maandag en dan gaan we naar kort. Want Sylvana die doet alles op shorties en die laat zien hoe je gave dingen kunt laten zien op een shorty. En dan gaat ze dus met kleine strasjes en bouillons, gaat ze kleine ornamentjes maken, misschien wel hele mooie juwelen, misschien wel met die strasjes een heel mooi diertje maken. Ja, ik weet het niet, dus ik ben heel benieuwd. En vooral ook heel benieuwd hoe zij haar strasjes dan eigenlijk vastzet. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je wil het ook dragen, hè? Dus na Sylvana is de beurt aan Michelle. En Michelle Taribuka, die gaat echt supergave designs maken. En het laatste zien, de techniek, hoe je hele mooie ornamenten bovenop een nail art kunt maken. Dus op die nagel. En denk aan barok krullen bijvoorbeeld, hè? Ook 3D gel ornament, supergaaf. Maar misschien heb je hem wel gezien, dat prachtige paardenhoofd. En heeft ze de manen, heeft ze dan de 3D gel, de ornamenten heeft ze daarvoor gebruikt. Ja, supercool effect, dus ik ben ook heel benieuwd. Dus ze dat gaat maken. Nou, na Michelle is het de beurt aan Annelies. En Annelies de Brabander, die gaat samen met mij, want ik mag haar bijstaan, cartoons aan ons laten zien. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaat doen en met welke producten ze gaat werken. Ik moet misschien nog even gaan appen met haar en even kijken. Ik ben super blij dat ik erbij mag zijn en dat ik haar mag bijstaan. Hartstikke leuk. En dan hebben we nog één workshop over en dan is Cyril aan de beurt, onze lieve Cyril. En die gaat een lijn, en ik las het net al in de comments, die een beetje vergeten is. Mag absoluut niet, want het is een prachtige lijn, onze eigen seduction lijn. En Cyril kan je als geen ander vertellen over alle producten, en dat zijn er nogal wat, van onze seduction lijn. En daarnaast gaat ze je ook meenemen in... Ja, het is eigenlijk wel een soort techniek die je moet ondervinden en eigenlijk moet trainen. Sales technieken. Want hoe kun jij nou dingen verkopen in de salon? Misschien vind je het wel heel lastig, misschien vind je het wel eng. Nou, Cyril laat het je allemaal zien dat het best wel meevalt en dat het echt ook wel belangrijk is. Want het is gewoon een gemiste kans om dingen bij te verkopen in je salon. Nou ja, en seduction, ja, dat is gewoon, dat verkoopt zichzelf. Het is zo'n mooi product. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat Cyril ons allemaal gaat vertellen. Nou, en dan hebben we eigenlijk het einde, hè, want dan is het 18 januari... En de lockdown is dan hopelijk ook voorbij voor ons in Nederland. Dus dan zou het ook misschien zomaar kunnen betekenen dat je al die extra ingelijste lasten workshops ook al heel snel kunt toepassen in jouw salon. En je klanten gewoon weer lekker blij kunt maken met alle technieken die je nu in deze tijd hebt kunnen trainen. Dus helemaal geweldig. Ik ben heel erg benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd nu naar het laatste design van Pepijn. Pepijn, wat ga je ons laten zien?
Ja, ik ga een opstaande roos maken. Dat was vroeger een van mijn favoriete bloemen om te maken. Is ietsjes lastiger om te maken. Zit een paar, je moet een beetje opletten. Ik zag in de comments dat er wordt gevraagd hoeveel moet ik hier nog voor vragen voor dit soort nagels. Ik heb hier geen klanten voor. Nou, het is waar dat in de afgelopen 5-6 jaar acryl design, 3D design elementen steeds minder populair zijn geworden. Maar ik zie ze nu wel weer langzaam maar zeker daar dat terugkomen. Met name in de Oostbloklanden en de landen om ons heen zie je echt dat er steeds meer vraag begint te komen naar 3D acryl. En dat vind ik heel erg leuk, want je kunt er echt heel veel mee. En bij mij in de salon deed ik dit echt nou zo ongeveer dagelijks. Echt dagelijks. En voor zo'n print als dit, als ik dit dan uitvoerde op 10 nagels, dus op 10 nagels zou uitgevoerd, was het gewoon €30 extra. Ja, dat is wel leuk. Maar dat was dan wel op 10 nagels. Tegenwoordig doe je dat natuurlijk op 2 na. Ah, sorry. Ik heb nog steeds een beetje last van mijn billen. Ja, omdat ik van de trap af ben gevallen, hè? Niet om iets anders. Anywho, ik heb hier de nagel voorbereid. Ik heb weer die leuke neonroze, maar dan nu gecombineerd met rood uit de Year of the Dragon. En dit wordt dus een opstaande roos. We beginnen met het midden. In tegenstelling tot alles wat we tot nu toe hebben gedaan, dat we van buiten naar binnen zijn gaan werken, zijn we nu van binnen naar buiten gaan werken. Weer met mijn mengsel. En ik neem een relatief flinke bol. En die zet ik neer. En die trek ik uit als een soort goudvis, als een soort vaasje. Zo, hier naartoe. En die mag ook nog ietsjes meer hier naartoe. Zo. Dit laat je even settelen. Terwijl je penseel ronddraait op je brush wipe. En dat ronddraaien, dat doe ik om echt een punt te krijgen. Dan ga je erin. En dan open je het achterste deel van het visje. Maak je als het ware een soort urn-achtig idee. Niet te veel druk zetten, niet scheuren, niet kapot maken. Gewoon heel mooi erin gaan en openen. Dan heb je dus dit. Super. Ja? Dat is een klein kruikje. Wat gaan we nu doen? Ik leg hier nu een grote bol neer. Ja. En die verdeel ik alsof die achter deze bloem, achter dit hart wegzakt. Hetzelfde als wat we dat met de platte roos hebben gedaan en toen net ook met die blaadjes in het midden. Bij deze bloem hadden we dat gedaan. Eigenlijk ga ik dit blad maken, maar nu meer in een soort traanvorm. En die zet ik neer, ik verdeel hem naar achter toe, ik maak hem plat. Zo plat als een pannenkoek, maar niet zo dun als een pannenkoek. Gelijk van dikte. Ik maak mijn penseel schoon, neem nu een likker, schrijf mijn penseel eronder, draai hem door en zet hem omhoog. Zo. Moet het maar zien, want dat is beter te volgen. Zo. Je zet hem neer. Ik verdeel hem zoals we dat toen net hebben gedaan. Achter het bloemetje langs. Zo. Maar naar echt ruimte ertussen laten, hè? Ja, ruimte ertussen laten. Zo. Verdeel hem plat. Plat als een pannenkoek. Geen nerven, geen lijnen, helemaal niks. Plat als een pannenkoek. Egaliseren. Zo. Liquid. Penseel nat en eronder. 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 Zo. Dit wat omhoog. Omhoog, omhoog. Zo. Eventjes hier nog wat. Zo. En dan, omdat het leuk is, ietsjes verder omhoog. Dit is dus een wat hoger design. Je kunt het zo zien, hè? Een wat hoger design. En je hebt twee soorten klanten. Je hebt klanten die hun handen in hun broekzakken steken. Je hebt klanten die hun handen niet in de broekzakken steken. Dit design is voor de laatste groep klanten. De eerste groep klanten overleeft het nog geen uur. Maar hoe leuk is het om dit gewoon te kunnen, hè? Het is zo bevredigend als je op het juiste moment dat bloemblaadje om kan draaien. Oh. Oké, volgende kant. Zo, ernaartoe, ernaartoe, ernaartoe. Afstand houden, ernaartoe, ernaartoe, ernaartoe. Reinig penseel. Zo. Reinig penseel, plat penseel. Maak een pannenkoekje, maak een pannenkoekje, maak een pannenkoekje, maak een pannenkoekje, maak een pannenkoekje.
Het is meer een American pancake. Verdeel plat, verdeel plat, verdeel plat, verdeel plat. Oké. Vastpakken, penseel. Schoonmaken, nat maken en eronder. Zo. En ik kijk dan ook vanaf de zijkant. Niet zozeer vanaf de topshot. Maar ik zit wel in de topshot. Ja. En ik gebruik nu echt mijn buik van mijn penseel om hem er zo naartoe te duwen. Zo. Kijk, dan heb je dus twee bloemblaadjes. Dan wil ik er nog een derde. Die komt daar. Hier. En die verdeel ik hier naartoe. En deze hangt dus een beetje. Zo. Even een beetje vlak maken hier. Pannenkoek, 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 pannenkoek. Hier ietsjes corrigeren. Pannenkoek, zei ik, niet dik. Pannenkoek. Penseel reinigen met liquid eronder gaan. En een mooi een beetje optillen. Dit is het verdwaalde blad. Doet me heel erg denken aan Belle and Beast, deze bloem. Dit zijn de blaadjes die er vanaf vallen. Zo. Ja. Af en toe moet ik even om me heen kijken of ik nog wel in beeld ben. Zit een beetje verkrampt. Zo. Nou, dan hebben we dit. Maar we zijn er natuurlijk niet. Hè? Dit is natuurlijk heel lelijk nog. Je kijkt ernaar en dan denk je bij jezelf, ja, het zal wel. Ik moet eerst, voordat we verder gaan, even lekker het stammetje maken, het takje. Nou, het takje dat doe ik gewoon met groene acryl. Groene acryl heeft de neiging iets langer nat te blijven. Dus daar moet je altijd een beetje mee spelen. Zo, ik begin bij het roosje zelf. Ik zet hem neer. Maak een punt. En trek hem weg. Corrigeren. En induwen. Zo. En corrigeren. En induwen. Zo. Dan hebben we dus zo het stammetje of het takje. Dan ga ik, voordat ik verder ga, met een beetje zwart en groen de basis maken van een bloemblaadje hier. Zo. En dit is gewoon een vlak bloemblaadje. Dus hier ga ik nog niks in duwen. Dit is alleen maar de ondergrond. Daar gaan we zo direct iets leuks mee doen. We gaan zo direct nog iets heel, ook überhaupt iets leuks doen, ook met die roos. Zo, die zit al daar. En dan vind ik eigenlijk ook wel dat ik dat eventjes moet doen daarboven. Ik moet naar het midden. Oh, naar de andere kant, het midden. Zo, hier. Dus heel plat. Ja. Oh, dat is ook een mooie kleur. Zo, een beetje laten settelen en aanduwen. Zo. Zo. Nou, kind kan de was doen, hè. Zo leuk, hè. Dan heeft een roos ook nog van die hier van die leuke rozenbottel dingetjes. Dus die doen we ook eventjes. Ja, die leuke friemeltjes, hè, eronder. Ja. Zoveel beweging ook in die bloemen. Door die bladeren die echt omgevallen of omgeklapt zijn. Zo. Nou. Prachtig. Dit is dus de basis. En je zou nu ook je schaduwen rondom de bloem kunnen doen als je dat zou willen. Ik vind dat niet per se nodig. Even goed kijken. Misschien dat ik hier een heel klein beetje schaduw aanbreng.
Dat doe ik nog steeds gewoon. Ik ben nu wel weer overgestapt naar mijn gewone liquid voor de schaduwen. En dit lekker nat. Gewoon om hem ietsjes meer los te laten komen van de achtergrond. Zo. En dat doe ik dan ook. Even in het midden? In het midden. Een heel klein beetje hier. En wat een verschil, hè? Dat kleine beetje zwart tegen die bloem aan. Ja, echt prachtig. En dan eigenlijk ook... Ja, sorry, maar het moet eventjes. Hier, ik hoop dat jullie dit thuis interessant vinden. Het is echt een heel leuk, hoor, om dit te maken. Gewoon ook om voor je, gewoon te spelen met je product. Het is echt heel erg leuk. Zo, ja, dat is beter. Oké, nou. Nu moeten dus die hele... Het is niet een platte bloem, maar die hele vlakke kleurstelling... die moeten we nu een beetje leven geven. Hoe doen we dat? Daarvoor gaan we naar een pastelgeel. De kans bestaat dat je nu... je neemt dus een kleur die... chromatisch bevriend is, die dichtbij de basistint is, maar wel heller is. Vandaar dat ik naar geel ga. Als ik nu meteen naar wit zou gaan, is het een groot contrast, maar je moet dus naar een kleur die dichtbij ligt, maar iets feller is. Dit is dus mijn basiskleur en dit is de volgende kleur die ik ga gebruiken. En deze blenden, omdat het zacht pastel oranje is en zacht pastel geel, blenden die heel makkelijk in elkaar over. Dus je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken natuurlijk. Dan neem ik gewoon weer mijn Ikebana en ik begin bij het centrum, dus ik ga mijn hand even goed zetten. Ik neem liquid en een heel klein beetje, ietsjes droger, en die leg ik dan hier neer. Op mijn eerste tekening en die rol ik zo mee naar beneden, zo, kijk, zo. En dan ga ik hierin staan. Lief je haar. Thank you. En dan ga ik zo. Zo maak ik hem eigenlijk het roze knopje. En dan kan ik hem ook zo een beetje vormen naar buiten. Zo. En dan ga ik hier terug. En dan ga ik hem zo een beetje een zetje geven. Zo, kijk. Dan heb je dus één kant van de roze knop. Maar dat moet dan natuurlijk aan die andere kant ook. Dus dan neem je een heel klein beetje. En die leg je dan zo op dat randje neer. Daarom is het belangrijk dat je met aceton werkt. En dan weer ga je zo. Laat je hem dus mooi sluiten. Zo. Beetje blazen. Helpt wonderen, doet wonderen. En je doet zo, zo, kijk, zo, boem, boem. Zo. Dan is dit natuurlijk nu veel te vlak in vergelijking tot dat. Dus ook daar ga ik met diezelfde pastelgeel. Ietsjes meer mag dat zijn. Leg ik op de rand van mijn blaadje neer. Ik blend hem eerst naar links en naar rechts. Ik veeg hem hier een beetje weg. Zo, penseel schoonmaken en droogmaken. Zit ik er niet voor? Nee. En ik ga, kijk, zo verander ik de vorm van... verander ik de vorm van mijn blaadje. Ja, wauw. Als zo'n klein beetje dan doet ook al, hè? Ja. Zo leuk. Ja. Kan je het op beeld zien, ja. En het kan dus zijn dat je hierbij juist iets meer aceton nodig hebt dan voor je eerdere stappen. Nou, dan moet je gewoon niet bang zijn en bijpakken. Zo. Zit ik goed? Ja. En ik til hem ietsjes verder, ietsjes verder, ietsjes verder bij. Ja, kijk eens. Kijk, daar komt hij. Oh ja. En dat doen we ook een beetje aan de andere kant. Je kunt hier dus echt uren mee doorgaan. Dat zal ik jullie niet aandoen. Maar het maakt echt zo'n leuk verschil. Blenden. Dus niet erop laten liggen, maar echt erin blenden. Doe eerst dat. En pas als dat goed is, dan is hij ook wat steviger. Dus dan kun je ook wat meer druk zetten. En dan kun je ook die vorm dus wat meer beïnvloeden.
Wauw. Ja. En dat doen we dan natuurlijk ook een beetje hier. Zo hier op dat puntje. En dan gaan we een beetje erboven. Blenden. En dat blenden is ook echt belangrijk, want anders zie je gewoon ja, echt een streep ertussen ook. Hè? Ja, dat is echt niet mooi. Nee. Zo. En wat je ook nog zou kunnen doen, is hem de andere kant opduwen. Dus dat zal ik even nog hier laten zien. Dus ik leg hem nu hier op. Ik blend hem naar de zijkant. En ik blend hem naar het begin van de bloem. Trek iets meer die kant op. Oh. Ik ga dit even reinigen. Dat is niet mooi. En dan ga je dus hem zo verdelen. En zo corrigeren. Zo. En nou is hij omgeklapt. Zo. Wauw. Hij is nog niet goed. Nou, als je dat hebt gedaan, kun je natuurlijk denken bij jezelf, nou het is goed zo. Ik zie dat ik hier nog één dingetje moet hebben. Zo. Vind ik net wat harmonieuzer. Nou, dan gaan we naar wit. Want je moet altijd highlighten, altijd eindigen met wit. Dus ik pak een klein beetje wit. Het is nu ook een beetje, we zijn aan het eind aan het komen hoor. Niet dat jullie denken van, oh. Zo. En dan doe je gewoon her en der, ook niet overal, niet al je geel gaan bedekken. Maar her en der geef je hem een kusje wit. Zodat dat bloemetje net bij zichzelf denkt, oh, ze vindt me echt leuk. Hier, hè? Zo, dat moet natuurlijk een beetje. En dit nu is doe jij dit natuurlijk met witte acryl, maar je zou er ook voor kunnen kiezen om dit dan met lijnengel, zoals je al eerder hebt gedaan. Ja, maar met witte acryl beïnvloed ik ook nog ietsjes de vorm van het blaadje. Ja, want je trok ook net even dat eerste highlightje ook net even iets verder naar beneden nog weer, ja. Hè? En dat is natuurlijk, ja, dat doe je met acryl. Ja. Oké, nou ik vind het na deze vind ik dit wel genoeg. Zo. Koester, echt streel je acryl. Ja. Zo. Nou, als we dat dan hebben gedaan, dan vind ik dat het ook wel nodig is om die groene blaadjes. Ach, ja. En dat wilde ik op een andere manier doen. Ik ben helemaal de kluts van mezelf kwijt, maar dat ben ik wel vaker. Ik ga nu in dat groene blaadje maken, waar ik dus die ondergrond van heb gemaakt, door hem erop te zetten. Dus in plaats van in één keer, heb ik nu eerst de vorm gedaan en dan zet ik hem erop. Nou, kijk maar mee. Ik ga weer naar het midden. Ik pak een klein beetje geel, gedubbeldipt. En die zet ik hier op dit blaadje. Ik blijf in die lijn, maar ik hou een stukje van die basislaag zichtbaar. Maak mijn penseel scherp. Ik ga erin. En ik ga zo hele kleine nerfjes maken. Een roos heeft natuurlijk wat puntigere blaadjes. En ik ga terug. En ik duw. En ik duw en ik duw. Kijk zo'n blad. Ik vind die er wat meer bij passen. En dat doe ik ook nog hierboven, gewoon om het leuk af te maken. Dit is veel te veel. Je merkt ook als je aceton uit je vloeistof begint op te verdampen, dan merk je dat de bolletjes te groot worden. Ja, super. Dus als je 2-3 keer achter elkaar hebt dat je denkt, wat gek, nee, is te groot, dan weet je, ik moet aceton toevoegen. Oké, goede tip. En als je denkt, waarom gebeurt er niks, waarom kan ik niet duwen, dan had je dus te veel aceton, net als ik toen net had. En hier nog één klein beetje, zit ik goed? Ja, hier. Ja. Want ik wil gewoon, hier moet hij natuurlijk ook nog wel even tot leven komen. Zo. En dan even schoonmaken. Ga ik die uitduwen? Nee, ik vind niet dat het nodig is. Ik vind eigenlijk niet dat het nodig is. Nou, oké, dan hebben we hem dus zo. Dan moeten we dit even afmaken. Nou, ik vond dat vroeger echt altijd het allerleukst om te doen met clear acryl. Kleine dauwdruppeltjes op de bloemblaadjes leggen. Dus ik neem hele kleine bolletjes clear acryl. Echt super klein. Die blaas ik even warm. Dan ontstaat er een soort vliesje op het bolletje. Waardoor die niet uitvloeit als je hem op het oppervlak legt.
En dan leggen we bijvoorbeeld ook hier eentje. Oh, dat is toch super. En nog eentje, nog eentje, nog eentje, nog eentje. Oké, maar acryl, als dat helemaal droog is, dan is het natuurlijk mat. Hoe ga je dat dauwdruppeltje nou glotsend maken? Dat ga ik zo laten zien. Met een beetje supreme finish. Oh, ja, tuurlijk. Zo. Dus, penseel, deze mag aan de kant. En dit hecht gewoon geweldig, want acryl op acryl. Ja, dus dat blijft gewoon echt super zitten. Daar kun je gewoon echt een huis mee in elkaar zetten. Ja, geweldig. Moet ik wel even mijn penseel, wat ik toen net dus voor de lamp had liggen. Dan ga ik nu dan maar eventjes Jessica's Choice voor gebruiken. Ja, vind ik een goeie. En dan neem ik een beetje van die supreme finish. En dan schilder ik die dauwdruppeltjes. Ja. Ook aan de achterkant. Ja. Zo leuk. Ik doe dit wel eventjes zo. Wacht even, ik pak even een beetje schoner. Want ik heb steeds de neiging om een bouillon mee te nemen. Dat is nou net wat ik nou net niet wil. Zo, hier. En hier. Ook aan de achterkant. Oh, ja, ja, ja. Oh. Super mooi. En dan gaat hij deze eventjes in de lamp. Ja. En dan... Is het hoe laat? Bijna 4:15. Dat is mooi. Ja, dat doe je supergoed. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dit was de laatste, maar ik heb natuurlijk wel weer variaties. Zo, ik zal deze even bijpakken. Ja, kijk nou. Dan kunnen jullie het goed zien. Ja, super, super. En wat ik nou echt eigenlijk zou vinden... Eigenlijk vind ik dat we hier strassteentjes zouden moeten doen. Oh ja. Dat deed ik vroeger natuurlijk nooit. Nee. Maar ik vind het eigenlijk nu wel, eigenlijk ja, wel moeten. Nou ja, en ik heb nu dus ook een vraag van, ja, maar ga je dit dan nog aflakken? Ja. Nee. Lak je dan de basisnagel ook nog met Supreme Finish? Ik ga even hier een onderscheid in aanbrengen. Ja. Als ik voorbeeldtips maakte, dan deed ik dat altijd op deze manier. Ik vond dat het mooist. Ik vind mooi dat contrast tussen... Ik vind dit gewoon mooi uitzien. Dat was ook hoe ik het aan mijn klanten liet zien. Maar als ik het op een klant deed, dan deed ik de nagels afwerken. Dus met een white block helemaal afwerken. Dan ging ik mijn acryl design maken. En dan afhankelijk van het effect wat ik wil, met Supreme Finish. Ook toen hadden we al Supreme Finish, maar die was alleen voor acryl. Deze kun je dan op gel en acryl power gel gebruiken. Bracht ik die dan aan met een klein penseeltje. Of tegen de bloemen aan, dan had je dus matte bloemen op een glanzende ondergrond. Of, zoals bij deze bloem, als je die nou doet zonder die pareltjes, dus gewoon vlak zonder die parels, deze kun je ook inlakken. Dan krijg je een glanzende bloem. Dus dat is een beetje afhankelijk van de wens van de klant. En als ik nou toch die verf wat wilde beschermen, dan deed ik dat dus vaak met brush-on glue. Dus je kunt het op alle twee manieren doen. Ja, ik zou dat, als je dat wil, wel even kunnen laten zien hier. Oh, dat penseel heb ik natuurlijk nu niet. Dan doe ik het even grof. Kijk, dan ga je er gewoon omheen. Kijk, in de salon zou ik dan dus een klein penseel gebruiken. Hè? Maar dat penseel dat lag dus net voor de lamp toen ik aan het uitharden was. Kijk, dan ga je er zo omheen. En ga je er lekker tussen, onderdoor. Meli Yang zegt, doe dan. Stras? Ja! En Ingeborg sluit zich daarbij aan. Oh ja, dan ga je gewoon... Kijk, en dan is dus... Zo tussen... Heb je een mat met glanzend? Ja, soms is dat, vind je dat juist heel mooi. Ja, dat is toch super? Dat is super, super simpel. En ja, ik wil echt wel eigenlijk over... Nou, ik doe gewoon nog een paar strassteentjes dan. Gewoon omdat het kan. Gewoon om het af te leren, hè? Want het is de laatste, ja. Hè, Pepijn? Ja. Van het jaar. Ja. En ik heb nu natuurlijk mijn spulletjes hier nog gewoon staan. Dus ik doe het gewoon eventjes met acryl. Nou, er zijn echt heel veel dames. Die zijn echt helemaal amazed. Even in het midden. En, dankjewel. En ja, vragen zich eigenlijk ook wel af. Geef je hier nog wel les in, Pepijn? Nee. 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 Dus, lieve mensen, sla deze op. Ja. En kijk hem lekker terug en terug en terug. Want het is toch geweldig. En eigenlijk hè, is dit gewoon ja, nog beter. Want als ik een les bij jou volgde, nou, geweldig hè. In Veghel, ik lees het ook nog heel veel mensen terug die dat ook hebben mogen doen.
Nou ja, net wat jij al vertelde, je staat natuurlijk naast een tafel en je ziet het. Maar dan ga je zitten en dan wil je bezig en dan denk je, hoe deed hij dat ook alweer? Hoe handig is dit nu? Je kunt gewoon even op pauze zetten, doe je ding, terugkijken of verder spoelen. Dat is gewoon perfect. Nou, deden we wel altijd als ik les gaf, dat ik één iemand aanstelde die de foto's maakte. Ja, ja, dat klopt. En die deed dat dan voor de hele groep, zodat je tussendoor wel dan step-by-step foto's had. Ja. Want dat inderdaad was wel handig. Maar ja, dan nog. Dit beeld is dan natuurlijk, hè? Ja. Dat is ook waarom die studio, waarom ik het zo ontzettend leuk vind om met jullie ook in de studio te werken. Want je kunt echt ieder detail in beeld krijgen. Ja, inderdaad. Nou, dat inderdaad. Heb ik hem net aangeraakt met mijn duim. Dus. Zo. Nee, en ik krijg nou de vraag ook van Gemma. Kleeracryl had je toch niet uit in de lamp? Nee, dat doen we niet. De streentjes. Gemma, ze vraagt, hè, die druppeltjes, dauwdruppels, maar die had je toch niet uit in een lamp? Nee, want dan heeft hij, Pepijn natuurlijk, een laagje Supreme Finish overheen gedaan. Omdat die druppeltjes, als je die gewoon zo acryl zou laten, dan, ja, als ze droog worden, dan zijn ze mat. Maar ze glanzen zoals je ziet op beeld, echt prachtig. Maar dat heeft hij dus gedaan door een heel klein druppeltje Supreme. En dan met een klein penseeltje eigenlijk die druppeltjes nog een keertje over te lakken. En dat moet natuurlijk in de lamp, want Supreme, ja, dat hard uit in de lamp. Dat droogt daar. En dan heb je dus die glans op die matte roos. Ja, het supermooi effect. Ja, dat vond ik ook echt. Vond ik ook altijd echt een supermooi ding om te maken. En super makkelijk, hè? Die glanzende dauwdruppeltjes. Ja, ja, echt. En dan had ik klanten en die gingen dan ook echt thuis naar hun kinderen. En dan zeggen van, kijk. Wat zit er op mijn nagel? En dan, ja, maar dit is een bloem. En ja, maar daar zitten ook waterdruppeltjes. En dan, dat was altijd een heel... Ja, dat was dan echt die bloem. Prachtig, maar die druppeltjes, wauw. Ja, die deden het hem dan. Ja, maar dan juist dat druppeltje links in beeld. Wat die dan echt net half afvalt van dat blaadje. Zo gaaf. Nou, ik denk dat ik het zomaar eventjes laat, hoor. Ja, echt wauw. Wauw, Pepijn. Supermooi. Nee, ik kan niet hier laten, want het is hier niet goed aan de achterkant. Wacht even. Nog een heel klein beetje dan, een klein beetje ja, om het kijk, af te maken. Hier. Mm-hmm. Hier, dit is heel gek hier zo achter. Dat is veel te kaal. Ja, ja, ben ik helemaal met je eens. Dat is dat puntje op de i. Zo. Nou, oké, hij gaat in de lamp. Oké. Super, super. Dus, even voor de goede orde. Ik laat ze nog een keertje alle drie zien. Want dan hebben jullie de verschillende. Die is dat. En als je dat hebt gedaan, wil je dan ook misschien... ik durf bijna niet te vragen, maar alle tips in één keer laten zien. Ja, tuurlijk. Kijk toch eens. Kijk, hier hebben jullie mooi, dus de verschillen. Dames. Ja, ik vind dan mat vind ik echt mooi. Ja, ik ook. Ja. Maar ik vind je zachtsteentje wel leuk. Ja. Okay. Prachtig. Allemaal. Dus dan, oké, dat was eerst deze. Toen deze. Het is handig dat ik het ook in beeld leg, hè, Pepijn. En toen hebben we deze gedaan. En daarna, nu net, hebben we deze gedaan. Nou, screenshot. Kijk eens. Prachtig. En ik krijg mede heel vaak de vraag, maar ik heb geen acryl, mag dit ook met plastigel? Ja, natuurlijk mag dit ook met plastigel. En ook de laatste bloem vindt men eng en vrij lastig en heel moeilijk. Dit gaat mij nooit lukken in een week. Geen probleem. Hè? De twee eerste bloempjes, die zijn wat makkelijker. Dus probeer die. En probeer dan misschien één blaadje die jij dan wel uit de vierde bloem heeft laten zien. Het gaat om de techniek die Pepijn heeft laten zien. Nou, en ik zou het gewoon wel proberen. Want als je het niet probeert, kom je er ook niet achter of je het lukt of niet. En oefening baart echt kunst, dat is echt waar. Hè, Pepijn? Ja, echt. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een beetje geïnspireerd zijn. En ga die acrylpotjes tevoorschijn halen. Maak die 3D-bloemetjes. Want het is zo leuk. En als wij het niet maken, gaan onze klanten het ook niet willen dragen. En als onze klanten het niet willen dragen, gaan wij het niet maken. Het is een soort vicieus cirkel. Wat is er eerder? Kip of het ei? Dus als jij het aanbiedt en je hebt dit soort tips liggen. En je hebt iemand die gaat trouwen. En je doet die eerste nagel. En je doet het op één nagel. Nou, zo verspreidt zich langzaam maar zeker
die nail art passie zich nog verder en ook weer terug dus naar die acryl. En voor de mensen die klagen, ja, maar het ruikt zo heerlijk. Echt, als je er lang genoeg mee werkt, ruik je het niet meer. En het is geen klacht van corona. Nee, dit is gewoon omdat je er te lang mee hebt gewerkt. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik geef het woord terug aan Jessica. Ik wens jullie allemaal een geweldig uiteinde aan Petit Comité. En ik hoop jullie allemaal maandag weer te zien. En maandag ga ik live met onze enige echte eigen linnenpin. Easy Nail Art, glitters, mermaid, sugaren, van alles. En dan sta ik weer op een vertrouwde plekje. En dan zit Linda hier. Dus tot dan. Keep safe, keep healthy. Yes. Ja, ja, super. Ik sluit me er helemaal bij aan. Absoluut, in je eigen vertrouwde plekje. Ik was heel erg blij dat ik hier vandaag mocht staan. En ik wil jullie ook heel erg bedanken voor al jullie enthousiasme en al jullie comments en de vragen die jullie hebben gesteld. En heel veel succes gewenst met al jullie huiswerk. En ik ben echt heel benieuwd naar jullie eindresultaten. En ik weet zeker dat jullie het allemaal kunnen. En ik ben nu al gewoon super trots op jullie. Goed, dan is het echt de laatste van het jaar. Lieve Pepijn, lieve May, lieve Jaap. Ik weet dat jullie kijken, ik heb net in jullie comments gezien. Maar ja, lieve Pepijn, lieve schat. Wij willen als Nail Talk Live team jullie eigenlijk ook iets wat aanbieden. Als dank voor het afgelopen jaar, voor het afgelopen seizoen. Voor de momenten die we samen met jullie hebben mogen delen. De kansen die wij hebben kunnen krijgen dankzij jullie. Want zonder jullie zou Nail Talk Live natuurlijk niet kunnen bestaan. Jullie zijn allemaal, zitten in mijn hart, dat weten jullie. We hebben een heel mooi team bij elkaar. We hebben echt een dream team, zoals ik ons altijd noem. Namens ons hele team, en dat is echt het hele team, hebben wij gisteren even een groepsapp aangemaakt. En Gillian was hier vandaag in de studio en Pepijn reageerde al verbaasd van, wat doe je hier? Dus Gillian heeft een leugentje om bestwil verteld en vertelt dat hij een kabeltje was vergeten. Maar dat was niet, want hij kwam iets brengen, heel stiekem. En dat wil ik jou nou uitreiken. En hetzelfde ook voor onze lieve May en Jaap. Ik hoop dat het misschien nog voor het einde van het jaar jullie kant op kan komen. En anders natuurlijk volgend jaar ergens iets dat je dan alsnog kunt pakken. Dus ik moet heel even pakken. Ga even naar beneden. En we willen jullie, Pepijn als eerste, voor jou samen met Rick, dat je morgen... Ja, een flesje bubbels kunt doen. Een lekkere Moët, alsjeblieft. Ik hoop dat je ervan kunt genieten en samen met je geliefde kunt proosten op het nieuwe jaar. En dat zou beloofd, ja, dat belooft gewoon een super prachtig jaar te worden. En een magnetic new year. Dus namens ons een hele dikke kus, een hele lieve groet. En we houden van jullie allemaal. Alsjeblieft. Ik zou hem even naar je brengen. Lief. Het is een beetje gek, hè? Want wij kijken alle twee recht in de camera. Terwijl eigenlijk staat Jessica daar. Ja. Dus is het een beetje gek. Maar wat ontzettend lief. Dank je wel. Alsjeblieft, lieverd. Kijk, ze is er echt. Ja. Maar wel op 1,5 meter afstand. Ja, ja. Super bedankt. Ik wilde ook nog natuurlijk jullie allemaal fijne feestdagen wensen. Maar ik wilde ook nog eventjes Wendy heel erg bedanken. Dat ze hier met mij de afgelopen week heeft gezeten om dit allemaal mogelijk te maken. Yes, natuurlijk. Jij ook. En Gil, ik hou niet van Little White Lies, hè? In ieder geval, hele fijne dag nog. En ik geef het woord weer terug aan jou. Ja, nou, en as promised, deze is natuurlijk voor onze lieve Jaap en May. Want zonder jullie, dikke kus van ons allemaal. Heel erg bedankt voor afgelopen jaar. En we kijken enorm uit naar het nieuwe jaar. We gaan gewoon knallen. En ik hoop dat jullie deze binnenkort samen lekker kunnen knallen. Nou, van harte geniet ervan. En het is jullie echt van harte gegund. We houden van jullie. Nou, dit was dan echt de allerlaatste, hè? Heel erg bedankt voor het kijken, lieve allemaal. Alsjeblieft, blijf veilig, zorg goed voor elkaar, geniet van de kleine momentjes die je samen kunt hebben, hè? Met alle beperkingen die we hebben. Maar ja, alsjeblieft, blijf veilig en ik hoop jullie heel snel weer te zien. En in ons geval is dat 4 januari, dus ik hoop dat jullie er dan allemaal weer in alle vrolijkheid en gezelligheid bij zijn. En dan gaan we weer mooie dingen maken en dan wordt het gewoon een prachtig jaar, dat weet ik zeker. Dank jullie wel allemaal. Dikke kus. Doei doeg. Dan hebben we nog het allerlaatste commercial. En dat is onze prachtige commercial. De Balmaskee. Tot volgend jaar. Happy New Year. Bye bye.